denk dat we mensen moeten realiseren dat je geblest bent nu, weet je. Gewoon met Spotify, weet je. Alles is zo groot geworden, weet je. Toen wij begonnen was het echt underground. Ja. Weet je, de scene was heel klein en je moest echt vechten voor je spot. Mayday, mayday, mayday. Welkom terug. We zijn weer met een nieuwe week met de 146 podcast. Natuurlijk, wij zijn ADF. Ik ben met niemand minder dan Maximili vandaag. Maximili, Maximili, ja. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ik ben met Kit de Blitz ook nog als co-host vandaag. Hoe gaat het met jou, Kit? Goed, man. Gaat het heerlijk? Ja, man, gaat goed. Lips, hoe gaat het met jou? Even een slokje water. Ja, man. Weekend heeft me gedraind, maar het gaat. Oké. Okay. Het gaat, man. Ik hoor je. Ik hoor je. Nee, ik moet het alarm nog een keer aanzetten, want we zijn vandaag met de legende. Zo. En het is niemand minder levend. Dan... Wat dan? Levend. Levend, ja, zeker. Ja. En wel... Het is geen... Het is geen Ali. Geen Ali. Maar... geen yes-er. Geen yes-er. Maar Party Squad, maar Party Squad, maar Party Squad! Party Squad. Jawel. Laat je horen voor Jerry van de Party Squad. Dank jullie wel. Er zijn stille wel knoppen die ik moet aanraken. Maar hey Jerry, was dit een goede aankondiging voor je? Mooi man. Dankjewel, ik dankjewel. Ik word wel een beetje rampeneren. Het is zeg maar nu weer een hit geworden. Het gaat helemaal los op Spotify. Ja, ja, de hele dag naar mijn hoofd, man. Ja, dat moet toch ook wel. Het moet ook in ons hoofd zitten. Jullie zitten zoveel in ons hoofd al jarenlang. Want jullie hebben wel heel veel hits gebracht voor ons. En ik ben echt dankbaar. Want daardoor ben ik geïnspireerd geweest om muziek te maken. Dankjewel, man. Ik heb echt in de club jou gedraaid. Ja, dus ik ben dankbaar, man. Dankjewel, man. Dus ja, ik denk dat ik niet te realiseren soms dat je op de kant druk bezig, maar... Ik krijg het vaak naar mijn hoofd, weet je, maar gewoon, het is wel een rampeneren blijf je achtervolgen. Het is al 12 jaar geleden. Maar waarom noem jij een rampeneren? Jullie hebben dan meer hits. Wat we doen was wel echt ook als Kids je nu zit aanspreken, dan is het altijd rampeneren, weet je. Zingen is dat magic. Oh, serieus? Is, ja, altijd, man. Is wat gewoon, wil je doen niet meer, zeg maar, hot in the block? Jawel, maar gewoon bij de, ik weet niet, als je nu kijkt op Spotify, weet je, gewoon nu rampeneren is echt weer living. Ja. Maar ook natuurlijk ook Ali erop staat, weet je, natuurlijk Ali nu ook gewoon heel veel exposure pakt. Maar ja. Ali, yes, ja. Wie zat er nog meer op? Op rampeneren? Op Party Squad. Ali en Yes, ja, sir. Ja. Alleen dat? Ja, man. Ja, man. Oh, shit. Oké. Okay. Nou ja, dankjewel dat je hier bent in ieder geval. Ja, man, want je bent echt een legende voor mij. Hoe gaat het met jullie voor de rest ook, jongens? Ja, wat Lips net al zei, man. We waren al begonnen. We hebben een gezellige zaterdag gehad. Wie vult me aan? Ja, want ik ben er niet bij geweest. Ja. Maar er was volgens mij een luistersessie van Ronnie Flex, zijn nieuwe album. Zeker, man. Het was gezellig. Oh, shit. Behalve jij was iedereen er dan. Zo, wow, ik heb je ook man, vaak geappt, man. Ja. Echt op verschillende tijdstippen. Ik zei om 8 uur, yo, kom beter, kom je. Om 9:30 zei ik nog, yo, kom, de barbecue is nog niet eens aan, kom gewoon. Toen om 9:30 nog een keer, nu gaan we pas barbecuen, kom. Je hebt gelijk, maar weet je wat het is? Ik was zeg maar al cocktails aan het maken en aan het drinken en toen was ik dronken. Ik zag het ook, man. En toen zei je opeens, ja, kom naar de barbecue. Maar je weet hoe het is, als je dronken bent, denk je, ja, moet ik nu echt op de fiets daar naartoe gaan? Ik had er gewoon geen zin in. Ik was ook onderweg en ik zag ook die cocktail. Wat was dat trouwens, man? Ik weet niet, ik had op internet gecheckt wat ik kon maken. We hadden voor mijn vriendin's verjaardag een soort van cocktailset gekregen. Van die liqueurtjes. En dan gingen we gewoon dingen uitproberen, man. Dus ja, het zag er wel kleurrijk uit. Ja, maar hoe was jullie weekend dus? Want Ronnie's release party. Of niet release party, maar nee, ja, luistersessie. Ja, het was gezellig. Hoe was man. Dat? Ja? Het was zo lit. Hey, maar jij was het meest lit van iedereen. Ja, ja man. Mijn ogen gingen gewoon open, zeg maar. 6 uur in de ochtend. En ik zat shotgun in mijn auto. Oh ja, want jij was je sleutels vergeten. De sleutels lagen in de studio nog daar, dus ik kon mijn huis niet in. Heb ik gewoon voor mijn deur geslapen in mijn waggie, man. Ja, en daarna ben je naar je zussen gegaan, toch? Ja, man, ging ik daar even pitten. Mm. Ik heb ook nog bij mijn buurvrouw, broer en zus, daar nog even gecrashed, zeg maar. Ja. Toen was het 11 uur in de ochtend, zondag. Ging ik naar mijn moeder, ze had soep gemaakt. Ja. Dus moest ik daar even... Goedemorgen, ma. Ja, ja. Even de nette heer uithangen. Hoe heb je geslapen? Ja, goed hoor. Goed hoor. In mijn pyjama, zeg maar. Ja, ik hoor je. Daar gegeten, toen pas in de middag, 2 uur of zo, kreeg ik Jordan te pakken. Gingen we naar studio, bende daar, had ik mijn sleutel gevonden, ben ik naar Oslo gegaan. Oké, nice, nice. En hoe hebben jullie het ervaren dan? Want ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Neem me mee, hoe klinkt het album? Wauw. Ja? Wauw. Wow. Denk zo, man. Oké. Weinig woorden. Ja, je moet het horen, man. Ja, de ervaring zijn. Heel hard.
Zeker man, zeker echt. Heb jij ooit een album uitgebracht met Party Squad, Jerry? Ja, sowieso. Ja, zeker twee albums. Jullie zijn DJ's, dus bazen van de club. Bazen van de club inderdaad, ja. Ja, maar je weet tegenwoordig nooit of het EP's zijn of mixtapes of... Nee, twee albums. We hebben Bazen van de Club gedaan en nu 3 jaar geleden inmiddels alweer het andere, de Nachtwacht. Ja. En dat was dan, weet je, met Cellofie, weet je, met Busy en Yo Silvio, zeg maar, dat was een single daarvan. Ja. Dus twee albums. Over singles gesproken trouwens, je hebt een nieuwe single gedropt. 23 juli, met Kaza en Shaq, Latifa, White Boy. Ik heb nog nooit... Shaq niet. No. Oh, er staat hier Shaq op. Nee, Safé of zo. Saaf. Van Necklace. Van Necklace, ja, toch? Ja. En de single heet Freaky Dingen, toch? Ja, man. Ja, en het is een soort van tekenclip. Of het is geen echte videoclip, toch? Animatie. Ja. Animatie. Ja, man. Heel tof geworden, weet je. Je hebt ze leuk geanimeerd. Ja. Wat... niet te freaky maken, zeg maar, weet je, als je dat, zeg maar, dan echt moet filmen, weet je, dan moet je dus Nessie dingen, weet je, dus ja, hebben precies, getekend ja. Nessie gemaakt. Ja, ja precies. En, die ster van die poes, groot ja. In die scherm. Zo. Ja, nee, hebben ze leuk gedaan, weet je. Het is een leuke animatieclip geworden en ja, ik ben heel blij met die track. Vooral Latifa shine de hart erop. Weet je, die heeft de hoek gedaan, weet je. Ja, die komt ook heel hard erop, man. Zeker, zeker. Ja. Heeft White Boy de productie gedaan? Ja, ze hebben okay. Ik heb een hele goede band met White Boy. We delen, zeg maar, studioruimte in Amsterdam-Noord. En we was al een tijdje in de maak. We hebben een paar tracks met samen gemaakt. En besloten deze uit te brengen. Ja. Nice, man. Nice. Jongens, zijn jullie ook bezig met nieuwe dingen uit te brengen? Want we hebben ook lang niks gedropt. Ik weet dat er corona is, maar... Ja, het begon wel weer een beetje te kriebelen, man. Dus er wordt wel weer muziek gemaakt, maar nog niet, geen plan om uit te brengen. Nee, nog niet, man. En jij kent de Blitz, want je zat wel in een goede reeks. Ik zit in mijn run. Ik wacht nu even... Ik wacht een beetje de zomer af. Uh-huh. Ik had eigenlijk een release gepland staan voor 2 weken geleden... Lang verhaal waarom die niet is uitgekomen. Ja. Maar mijn laatste release ging even heel erg lekker. Dus ik wacht nog even 2 weekjes, 2-3 weekjes. Ja. En dan kom ik weer terug nog met iets anders extra's. Maar daar kan ik nu nog niet over praten. Maar dat valt een beetje samen. Dus daarom ik kan er niet over praten, Max. Pas op. Eigenlijk moet het alarm even aan voor dit, hè? Kijk eens aan. Jerry, komen er ook nieuwe dingen van Party Squad? Ja, man. We hebben nu elke maand een nieuwe release gepland. Ja. Met grote namen, opkomende namen, weet je. Maar ook gewoon... weet je, de artiesten die echt nu gewoon in de maak zijn, weet je, die gewoon we veel hoge verwachtingen van hebben, zeg maar. Je bedoelt de nieuwe lichting artiesten? Nieuwe lichting, ja, zeker. Ja. En ik wil die guys ook gewoon een kans geven, weet je. Dus, ja, precies. En echt met veel mensen in de CEO hebben veel. Oh, je bedoelt ook mensen die nog niet in de game zijn, gewoon nieuwe mensen echt die jullie ontdekken, mensen. Zeg maar. Zeker, zeker. Ja. Want we hebben hier ook een artiest die zo gaat optreden. Volgens mij heeft hij ook heel veel van jullie geleerd. Dat verhaal gaat hij zo meteen ook zelf vertellen. Hmm. Er is wel ondertussen wel veel veranderd tussen de tijd dat jij begon en nu. Hoe ervaar jij dat in de muziekwereld? Ik denk dat we mensen moeten realiseren dat je geblest bent nu, weet je. Gewoon met Spotify, weet je. Alles is zo groot geworden, weet je. Toen wij begonnen was het echt underground. Ja. Weet je, de scene was heel klein en je moest echt vechten voor je spot. Weet je, alles werd geblokt, weet je. Ook gewoon op 538, weet je, TMF, weet je. Daar was alles van afhankelijk. Oh ja, TMF bestond toen nog. Dat was die tijd. De box kwam toen net door, weet je. Dus dat was wel op aanvraag. Ja, ja, ja. Maar alles, ja, de scene was zo klein, weet je. En als je nu vergelijkt met nu, je hebt nu gewoon Spotify. Iedereen krijgt een kans. Ja, je moet wel precies, echt gewoon goed gas geven. Ja, je kan zeggen iedereen krijgt een kans, maar er zijn ook meer mensen die nu muziek uitbrengen. Dus is het ook niet moeilijker eigenlijk om gezien te worden als artiest? Zeker. Als je nu begint? Zeker. Natuurlijk, de concurrentie is veel groter. Maar je moet wel, daarom zeg ik, je moet wel planmatig, weet je, een plan komen. Hoe wil je klinken, weet je, wat wil je gaan uitstralen. Ja. Social media goed uitwerken, weet je, en veel muziek droppen, weet je. Het is wel echt van, je kan niet 1 keer per half jaar een track release doen. Nee. Je moet echt gewoon regelmatig consistent gewoon blijven droppen. Zeker. Ik heb wel het gevoel dat het niet echt meer ligt aan hoe goed je bent, wat vroeger wel het geval was. Van, oh, jij springt er echt uit. Maar dat het meer gaat inderdaad om hoe goed ben je in marketing, hoe goed weet jij jezelf te positioneren in de scene. Dat vind ik wel jammer, man. Dus weet je, inderdaad, soms is de kwaliteit weet je, niet echt goed terug te vinden weet je, in Nederland. Ja. Maar uiteindelijk, ja, weet je, het gaat om je regelmaat en je marketing moet goed zijn. Weet je, en goede muziek springt er altijd uit. Ja, ja. Precies. Dus en ik neem aan dat jij dat doet. Jij scout dus wel mensen die jij talentvol genoeg vindt om op je singles te brengen. Want ja, een naam heb je al. Zeker. Het is niet of zo, dat jij echt zoekt naar de nieuwe single met een boef, maar gewoon met een nieuwe lichting. Want ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk een grote naam, weet je. Maar anderzijds, weet je, we zijn natuurlijk DJ's. Ja. We kunnen niet rappen of zingen. Dus je hebt altijd vocalisten nodig. Dus je bent altijd op zoek naar gewoon... kunnen jullie niet... Ik bedoel, heb je nooit muziek gemaakt zelf? Jawel, zeker. Ja, wat heb je gedaan? Want hoe is het begonnen? Hoe begon het verhaal van Party Squad? Waarom
DJ's. Wij zijn eigenlijk twee producers, weet je, die gewoon met muziek maken, weet je. Maar het is wel zo, je moet wel eerlijk zijn tegen jezelf. We zijn natuurlijk begonnen met Reverse, weet je, die heeft grootste doorslag gegeven, weet je, met produceren. Ja. Ja, als je achterkomt dat hij het beter kan, weet je, waarom zou je dat zelf doen, weet je? Dus samen met hem wel enorm matig, weet je, en gewoon zorgen dat je goed product aflevert. Dus weet je, vooral met Reverse in de beginperiode, weet je, en ik denk dat je moet gewoon wel planmatig en gewoon, weet je, met releases komen, weet je. En dat hebben we gewoon gedaan. Goed, artiesten scouten, weet je, de juiste gast erop zetten en gewoon gaan, man. Ja, ik hoor je. Max, over producer gesproken, jij hebt ook vroeger beats gemaakt. Pakken, waar blijven jouw beats, man? Ja, dat is wel echt, hoe lang geleden? Was wat Fruity Loops 4 of zo? Ja, zoiets. Ja. Zo, waar is Fruity Loops 10? Wat? Was 12, 13, ja, zoiets, ja. Zelfs op de Mac. Back in 1864, wow, man. Nee, ik weet niet, man. Niks voor jou, gewoon het rappen? Nee, man, ik ben te ongeduldig, man, denk ik. Ik hoor je. Want als we praten over producer, hebben we niet zozeer over beats maken, want je produce nog steeds. Daarmee bedoel ik, je scout de artiesten, je scout de producers, en de beatmakers, en je maakt een nummer. Zeker. En vervolgens bedenk je ook de plan, of zijn jullie ook bij een label? We zijn bij een label, maar we zijn hands-on, weet je, doen we alles zelf, weet je. Ja. Dus inderdaad van de track bepalen tot wanneer het af is, weet je, dat, weet je, hetzelfde met freaky dingen gebeurt. Weet je, we hebben dan 3 artiesten erop gekregen, weet je, we hebben dan helemaal afgemaakt samen met White Boy. Vervolgens ga je naar een label, daar een plan voor maken, weet je, hoe gaat het releasen, hoe gaat het marketen. Ja. En ja, dat is ook produceren, weet je. Maar dat is wel een goede positie waar je in staat, want wat je eigenlijk zegt is, je kan gewoon naar binnen lopen ergens en zeggen, hey, jongens, we hebben deze single, hebben jullie daar interesse in? Zeker, maar ja, dat is een goede positie, maar het maakt het ook wel weer moeilijker, want je bent wel afhankelijk van derden. Ja, ik hoor je. Maar ja, dat zijn we toch altijd wel, zeg maar. Wat was die quote ook alweer? Je kan niks alleen doen. Dat stond in dat boek, volgens mij, die je had gelezen, Jasper. Ja, dat boek heb ik van jou, maar ik weet even niet meer welke quote je precies bedoelt. Je kan niks alleen, je hebt altijd iemand anders nodig. Ja, ik weet waar je naartoe gaat en ik weet waar het op neerkomt, maar ik weet niet meer precies de quote. Het komt neer op, je kan heel veel alleen, maar met meerdere mensen sta je altijd sterker. Daar komt het zeg maar op neer. Ja. Nou ja, ik kan me daar wel in herkennen, omdat als ik muziek maak, en vooral als ik muziek maak voor mezelf, zeg maar, als ik het wil uitbrengen, dan moet ik wel meerdere oren hebben om te luisteren van, is dit goed genoeg om uit te brengen voor meer mensen? Als ik het voor mezelf zou maken, kan ik het net zo goed thuis gewoon luisteren en pompen, weet je. Dus ik kan me daar wel in vinden. Ja, ik moet zeggen, ik doe het wel echt alleen, man. Ja? Maar ik ga altijd naar de studio. Als ik naar de studio ga, dan ga ik naar producers om beats voor me te laten maken. Ja. Zeg ik, zo'n soort beat. En ik neem alles thuis zelf op. Ik zit niet meer, afgelopen jaren zit ik niet meer met producers. Waarom is dat? Omdat ik beter ben in mijn eentje. Veel beter. Veel beter, man. Sinds ik in mijn eentje werk, heb ik het gevoel dat ik pas echt muziek maak. Relatief? Is dat niet, zeg maar, dat je gewoon meer tijd kan nemen, toch? Ja, dat met name, man. Want nu, zeg maar, als ik aan een first zit, zeg maar vroeger in levensmannen tijd en zo, die primetime, zeg maar, dan schreef je bij Boas of zo en dan maakte het niet uit als het niet veel sens maakte of zo. Maar nu wil ik gewoon altijd sterk komen. Dus soms zit ik gewoon uren aan een verse. En meerdere dagen aan één track. En als ik dan met een producer ga zitten, voel je toch een soort druk of zo. Ja, nee, ik hoor je. En Lips, in de muziek ben jij gestopt, zei je laatst. Maar je wilt wel de management kant op. Althans, je hebt ambities. Ik heb niet ambities, ik heb gewoon een mattie van mij. Uh-huh. Die ik help. Hij heeft ambities om te rappen. En ik heb gewoon een beetje, netwerk. Dus ik... Hoe is zijn naam dan? Oh, zo. Chris. Promotie artiest, man. Lips, maar kom zo op. Zie je maar hoe die management van mij werkt. Nee, maar dan span mijn boy Chris Lee sowieso. Chris Lee. Je weet toch, ik breng hem gewoon op plekken, joh, waar ik kom. Zorg dat hij een beetje linkt met producers, met andere rappers. En op zich heb ik hem ook gezegd van, je weet toch, als er een managementteam voorbij komt die hem verder kan sjouwen, dan help je hem daar ook mee. Dan help ik hem ook mee om bij dat managementteam aan te sluiten, zeg maar. Het is niet dat ik echt ambities heb. Ik wil gewoon kijken wat ik voor hem kan flexen. Je weet toch, een beetje muscles flexen. Kijken en misschien dat ik er zelf ook wat uit haal. Je weet toch, of dat mijn netwerk breder wordt of iets of wat in andere zin, zeg maar. Maar het is niet echt ambities, want ik ben ook best wel druk zelf van mezelf. Ja, ja. Met om in dingen. Oké, maar je wil niet, zeg maar, stil blijven. Je wil toch nieuwe dingen ontdekken in live? Bedoel, ja, zeker. Dan, toch? Zeker, maar ik denk niet dat voor mij in management zit, man. Oké.
Cool. Denk ik niet. Oké, dope. Dat is een eerlijke... Management is wel echt zwaar, man. Weet ja. Je bent iemands vader, moeder. Ja, die en ook een beetje... Ook een PC, zeg maar... PC voetveeg ook, zeg maar. Als het... kan heel ondankbaar zijn. Ja, weet je, zeg maar. En ja, nee. Nee. Niet voor mij, zeg maar. Yo, bro, ren voor jou. Respect dat, man. Heb je ooit zoiets gedaan voor iemand? Een soort van managementpositie gespeeld? Niet dat je het echt was, maar gewoon gespeeld. Want ik neem aan dat je wel dingen regelt vaker. Ja, nou, voor derde partijen. Ik heb stiekem ook een managementbedrijfje, zeg maar. Weet je. Dus voor artiesten doe ik van wat management. Ja. En ik vind het heel leuk, weet je. Maar je moet wel een klik hebben. Je moet wel met wie je samenwerkt. Weet je. Sommige artiesten zijn echt divas. Ja. Je hoeft geen wat en weet je. En bedoel je, hoe ver ga je? Ga je McDonald's halen, weet je, als manager? Ja. Weet je, voor artiest, weet je. Je moet ook wel echt grenzen trekken. Dat is niet waar een manager voor is. Daarom moet je grenzen trekken. Maar er zijn wel managers die dat doen. Ja, maar je hebt een verschil. En dat is in Nederland, zeg maar, waar mensen het verschil niet echt duidelijk zien. Dus je hebt een PA, die kan je nemen. Dat is een personal assistant. Dat is meestal de guy die dan de McDonald's haalt. En eigenlijk ook niet. En dan heb je een manager. En hij is eigenlijk de zakelijke jij. Degene die naar labels gaat, of naar maatschappijen, of naar Pepsi. En zegt, yo, ik heb een deal, ik heb deze artiest. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een manager en een PA. En ik denk dat de grens wordt vervaagd in Nederland. Maar ik heb het gevoel dat het ook is met... Met muziekrechten. Dat daar zeg maar ook veel verschil. En want in Amerika word je betaald op andere vlakken dan in Nederland. In Amerika kan je betaald worden voor en shows en je Buma. En het wordt goed verdeeld. In Nederland heb ik niet het gevoel dat dat zo is. In mijn ervaring wordt in Amerika niet goed verdeeld, man. Nee? Nee, man. Jullie hebben ook in Amerika zeg maar dingen uitgebracht, toch? Zeker. We hebben daar veel releases gedaan, zeg, weet je. Maar daar merk je gewoon, daar is muziekrechten niks waard. Je kan alles afkopen. Je daar onderhandelt ze gewoon, weet je, probeert ze gewoon je muziekrechten af te kopen, weet je. En maar hier... is dat niet eerlijk? Want stel dat Major Lazer tegen je zegt, yo, ik wil deze track. En hij is best wel een grote naam. En hij zegt, oké, maar dan wil ik wel 80% van de rechten. Is dat soort van een eerlijke deal? Kan je dan zeggen, oké, het is een kans voor mij. Dus ik... Hangt eraf wat de deal is, toch, weet je. En inderdaad, wat de kansen dat die creëert. Maar ik vind wel dat je muziekrechten, weet je, en daar hebben wij ook altijd op gelet, weet je, gewoon met producers te samenwerken. Ze hebben gewoon recht op hun muziekrechten. Ja, weet je, waar ze voor hebben gewerkt. Ja. En dat kan je verscheiden houden, weet je, van de royalties en van de inkomsten van de plaat zelf, weet je. Ja, de rechten vind ik wel een beetje heilig daarin. Oké. Weet je wat ik trouwens niet snap? Want ik heb ooit op HBA geleerd. Je hebt ook op HBA gezeten. Ik weet dat Jiggy ooit een keer zei. Je hebt een track en heb je een taart. Oké. Dat er altijd... de verdeling, zeg maar. Ik hoor. Dat producer altijd 50% krijgt en dat de rest wordt verdeeld over rappers. Of over de artiesten. Nou, het hangt er vanaf, denk ik. Ja, hangt er vanaf. Als je meerdere producers hebt... Kijk, het is eigenlijk een soort van 50-50. En dan heb je... Oorspronkelijk, volgens mij, heb je ook nog beatbewerker. Dat bestaat. Ja. En die krijgt meestal 16, nog wat procent. Maar stel je voor dat je 3 producers hebt op een track... dan verdeel je die 50%. Ja. En stel je hebt 2 rappers... dan verdeel je de andere 50% over de rappers. Dus dat is 50-50. En dat gaat over Buma. Maar als het dus 50% voor degene die de muziek maakt... en 50% voor de rappers. Ja, en dan heb je natuurlijk de publishing ook nog. Ja, hoe ik het altijd in mijn hoofd zag... ik weet niet zeker, help mij... is dat dan als die producer 50% heeft gekeken... gekregen, moet je als artiest sowieso niet nakijken naar die piece van die taart, zeg maar. Jij moet jouw 25% weer als 100% zien, zeg maar. Want van jouw 100% wat jij krijgt, moet jij ook met jouw management of zo dingen regelen. Ja, klopt. Het is gewoon vraag en aanbod, weet je. Uiteindelijk, weet je, als Drake een track met jou en je hebt de track geproduceerd, aan de Amerikanen gaan hun niet zeggen, je krijgt 50%. Nee, helaas niet. Het is goed werk, weet je. Zo'n grote naam is, weet je. Dan claimen ze gewoon meer. Het hangt net over hoe de situatie is, weet je. Dan moet je ook respecteren, weet je. Alleen Amerikanen zijn, weet je, wij zijn erg in Nederland van... wat Jan zegt, die 50% beatmaker heeft daar recht op. Zeg je, daar houden ze een beetje aan, weet je. Probeer er omheen. Maar in Amerika probeert ze af te kopen. Gewoon klaar. Wie de grotere naam is, krijgt gewoon het grotere deel. Ja. Nou, ik heb ook wel vaak constructies gezien dat mensen het zo doen dat ze alles... Dus stel je voor, je hebt 1 rapper en 1 producer. Dan krijgt de rapper volgens mij 25% van de muziek. En de producer ook. En andersom dus ook. Dus ook op de tekst. Want je hebt vaak wel gezien dat de muziek wordt gebruikt voor reclames. Maar de rapper is eigenlijk ook mede mogelijk aan het maken dat die track zeg maar hard is. Maar dan zal hij geen geld mogen pakken. Dus wat ik heb gezien is dat mensen ook zeg maar een rechte weggeven van de muziek en andersom. Dus dat ze het verdelen, zeg maar. Dat vind ik wel een eerlijke verdeling. Zeker, maar er zijn ook verschillende termen voor muziek. Weet je. Je hebt de publishing kant, zeg maar, weet je, de rechten en je hebt de royalties.
Ja. Weet je, dus dat is een mazerkant. Weet je, dus ja, ik heb nooit begrepen wat daar het verschil van is. Van royalties en... Ja, het is gewoon los. Ja, het is los. Maar wat is het verschil nou echt? Ja. Kijk, de muziekrechten. Sorry, de muziekrechten is dus de publishing kant, zeg maar. Is dus echt wat van het creëren van een song. Ja. En royalties en mazen, zeg maar, is gewoon de plaat weet je, die verkoopt. Die verkoopt, zeg maar. Ja. Weet je, de Spotify, weet je, daar krijg je dan gewoon daar inkomsten van, zeg maar. Dat is de mazerkant. Zeg maar. Ja. Maar het verwarrende vind ik nu wel dat je ook van die streams op Spotify, daar gaat ook weer een gedeelte naar Buma toe. Ja. Dus dat is een beetje. Een klein gedeelte. Ja, maar heel klein gedeelte. Vooral van radio, zeg maar, daar krijg je Buma. Ja. Ik gaat dat vanzelf? Want ik geef. Maar voor zover ik weet, geef ik niks aan Buma hoor. Oeh. Dat moet je even goed regelen, man. Ja. Je kijkt nog steeds verward, wat shit. Ik lood mijn shit op DistroKid en ik krijg gewoon betaald. Ja, maar krijg je 100%? Ja. Volgens mij gaat dat sowieso al niet. En de producers? Nee, dat sowieso al niet. Nee. Ik krijg 100% en dan... Kijk, omdat ik niet bij een label zit, spreek ik altijd af met producers. Per 100.000 streams krijg je €200 van mij. Oké, goede deal. Dat is een goede deal, ja. Dan kan je het ook afspreken. Dus, maar sinds kort heb je ook bij DistroKid, dat is nog niet zo lang, dat je als de producer ook DistroKid heeft... Dan kan je zeg maar die verdeling in DistroKid al doen. Dus dan hoeft dat die snoen van uitbetalen en hoeft niet meer. Hè? Kan al best wel lang, man. Oh, ja, Jesse Hoefnagels had het mij een tijdje geleden uitgelegd. Ja, maar je kan gewoon een e-mail doorgeven en dan krijg je gewoon een mailtje en dan... Dan was ik niet scherp op dat. Thank you. Hey Jerry, je bent natuurlijk een legende voor mij. Ik denk ook voor... Ja man, zeker. Leuke tijden meegemaakt op je focus, man. Kan je mij meenemen waar het allemaal begon? De Party Squad. Waar begon het? Voor mijzelf, dat was nog zonder... Want en dat is wat mensen niet weten. DJ Erwan hoorde ook bij Party Squad vroeger. Ik weet niet of mensen Erwan kennen. Ja, ik ken Erwan wel. Zeg maar iets hoor. Erwan zeg maar, was wel een van de... Weet je, hebt de meeste gigs in Nederland, weet je. Maar weet je, heb niet echt tracks uitgebracht, weet je. Maar gewoon omdat hij heel goed draait. Ja, ja. Ik ben opgegroeid met Erwan in Amstelveen, weet je. En we draaiden veel samen. We zijn toen in een buurtcentrum begonnen met feestjes geven. Ja. En daar ging draaien. Op een gegeven moment waren bij Most Wanted. Dus een Talentenjacht, waar we zaten. En toen hebben we Ruben tegengekomen. Hij was het aan het promoten en zeg maar aan het presenteren. Ja. En toen dacht ik, misschien is dat een concert, weet je. Gewoon een host. Toen was dat nieuw. Ja, niemand deed het. Niemand deed dat. Toen zijn we dus begonnen, toen als Party Squad hebben we begonnen. Hij host en wij, Irwin en ik draaiden samen. En toen waren we dus begonnen met in Club Margarita's. Dat is zeg maar, dat was, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is echt way back. In Amsterdam. Dat was echt de ghetto club van daar, weet je. Was een Rembrandtplein, wat nu Jantjes verjaardag is, was Club Margarita's. Daar. En daar draaiden we elke zaterdag, daar hebben we echt naam gemaakt. Dat we toen, ik denk dat we 2 jaar daar hebben gedraaid. Ja. En op een gegeven moment zag je DJ TS zo, weet je, die bracht als een platen uit als DJ. Ja. Dat moeten we ook doen. Ja, toch? Toen hebben we dus, denk ik, 3 jaar draaien daar bij Club Margarita's hebben we toen Wat We Doen uitgebracht. Oh, dat was onze eerste single. Doop, maar hoe is het dan gebeurd dat jullie dan zoveel artiesten op 1 track hebben gezet? Want het waren wel grote artiesten toen in die tijd. Eigenlijk doordat er was natuurlijk helemaal geen uitlaatclip, weet je. Er was helemaal geen platform, weet je. We hadden toen nog bezig met Party Peeps 2000, weet je. Dat was natuurlijk die website. Oh, wow. En we hadden Party ook, Peeps. Ja, zo. En we hadden zeg maar... Oh. We hadden toen ook nog, weet je, toen die... Ja, Reverse, weet je, wat ik zeg. Ik geef hem alle props, weet je. Ja, weet je, hij was ja. gewoon de genius toen, weet je. Gewoon de opkomend. Hebben we toen die track met hem gemaakt. En ook gewoon meteen die rappers hebben gevonden, weet je. Dus Willy Warta, weet je. Weet je ja, Space Case. Ja. En het ging helemaal los, weet je. Die track release, weet je, op Top Notch. En het ging los, weet je. Toen had je net ook de box. Ja. En ja, het was gewoon niet te zien, weet je, hoe groot hiphop eigenlijk was in Nederland, weet je. Maar toen dat gebeurde, weet je, toen werd het opgepikt. Was er gekoppeld aan een film. Ging helemaal los, man. Ja. Dus, kan je zeggen dat het toen die tijd een van de grootste tracks was die uit was gekomen, want voor mij die sowieso impact... Zo wel. Ja, maar je had toch? Al, nou, je had al de jeugd van tegenwoordig met What's Gebeurd, toch? Die hadden ook al gedropt, toch? Ja. Ik weet niet of het was te ver. Ja, want Willy Wartaal was zeg maar al bekend, maar hij was niet met zijn hij was niet in die clip. Althans, hij rapte niet in What's Gebeurd. Hij was alleen daar als figurant, zeg maar. Was Gebeurd voor Wat We Doen? Ik kan het niet meer herinneren, man. Volgens mij wel, man. Maar in ieder geval was het wel, de impact was heel groot, weet je. En voor mij ook heel blij dat, weet je, iedereen voelde dat hiphop zo groot was eigenlijk, weet je. En een beetje onderdrukt in de media in Nederland. En ontplofte gewoon helemaal, weet je. Dus ik ben heel blij mee, weet je, dat we daarmee zijn doorgebroken. Ja, zeker. En je hebt het niet alleen bij Nederland gehouden, want je hebt ook in het buitenland getoerd.
Hoe heb je dat ervaren? Eigenlijk was dat, ik denk dat we 3-4 jaar dat echt een consistent, weet je, heel veel tours hebben gedaan in het buitenland, weet je, maar op een gegeven moment werd het wel killing, weet je. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Weet je, hetzelfde wat Busy heeft meegemaakt. Je hebt op een gegeven moment dat je bent alleen maar weg van huis. Ja. En het is heel mooi, weet je, de wereld te zien, weet je, te reizen en daarvoor betaald te worden, weet je. Maar het kan je ook ongelukkig maken, weet je. Ik denk wel dat wij, onbewust zijn we er niet echt heel hard in voor gegaan, weet je. Omdat je wel van op een gegeven moment, ik had ook 2 kids thuis. Ja. Ben je 3 weken, 4 weken ben je aan toeren, weet je. Ik moet je horen hoe voetbal was. Weet je, dat trek je niet, weet je. Dus we hebben wel een stap teruggenomen op een gegeven moment. Ja. Kan je me zeggen dat je helemaal geen shows meer doet in het buitenland? Of? Jawel, af en toe, weet je, we zijn wel selectief, weet je. Pakken we dingen, weet je. Natuurlijk nu met de corona helemaal niet, weet je. Maar ja, daarvoor, precies, ja. We pakken Italië of in, weet je, in Duitsland pakken we dingen, weet je. Maar het is wel van, ik ambieer het niet meer, man. Weet je, nee. Weet je, gewoon nu Nederland en Benelux, we zijn blessed. Je kunt 5 boekingen pakken in een weekend, weet je. En gewoon ervan leven van volgend weer thuis zijn. Is een blessing, weet je. Dus kan alleen in Nederland, precies, man. Ja. Okay. Hoe hou je de ontwikkelingen in de gaten als je kijkt naar bijvoorbeeld, jullie release gehad natuurlijk, dat loopt gewoon lekker, maar we hadden het ook over marketing even en optreden is toch wel een van de marketing tools om jouw muziek naar buiten te brengen, zeg maar. En nu dat het dan dicht is, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Het is sowieso heel lastig, weet je. We waren gewend, weet je, van heel veel shows, weet je, in een weekend, weet je. Dat ging maar door. Ja. En voor mij echt wel persoonlijk heel raar, weet je. Dat op een gegeven moment dat een stop op kwam. Nu, wat ik nu doe, ik ben nu vooral met veel nieuwe muziek bezig. We zijn nu veel nieuwe muziek aan het maken. Maar ook, weet je, vooral, kijk wat online gebeurt, weet je. Nu Spotify, we hebben zoveel dingen die je kan checken ervoor. En ik ben gewoon heel blij dat we gewoon nu, weet je, een nieuwe release aankomen. Heb je dat programma gezien van John Williams? Wat hij op zondag doet? Hij doet op zondag doet hij een livestream gewoon. En dan heeft hij John's Club of zo. Ik weet even niet hoe het heet. Oh, dat heb ik gezien. Ja. Dat draaide Irwin toevallig ook mee. Ja, en dan je ziet gewoon litte mensen in hun woonkamer gewoon met hun wijn gewoon losgaan, man. En dan misschien gewoon 800 man in die. Je kan niet communiceren. Maar er is gewoon, zijn gewoon een paar DJ's die dan een paar uurtjes draaien. En je kan jezelf ook filmen met je eigen telefoon en je beelden inzenden en zo. En dan zie je echt gewoon gezinnen gewoon thuis chillen. Op, wat, man? In de dingen. Dus ik denk misschien wel iets voor een party squad-achtige vibe. Ja, we hebben best wel veel livestreams gedaan, weet je. Ook veel samenwerking met andere kanalen, weet je. Maar het voelt, weet je, ja, het voelt zo gemaakt. Ja, je wilt toch lijn staan. Eentje, weet je, moet je acteren dat je helemaal losgaat, weet je. Maar kijk, het is echt niet leuk, man. Weet je. We hebben het een paar keer goed gedaan, weet je, zo goed voor de exposure, weet je. Ja. Maar weet je naam erin te houden, maar weet je, ik liever niet, man. Weet je, laat die klus weer snel open gaan, man. Ja, best. Nou, over dat gesproken, fuck, man. Het kabinet heeft natuurlijk weer een streep door het festivalseizoen gezet. En dat betekent dus dat alle festivals zijn gecanceld. Bro, ik vraag me alleen echt af, serieus. Waarom mogen hun liegen en bedriegen en dan gewoon weer een kans krijgen, zeg maar? Wow. COVID-19! Denk je dat dit? Nee, denk je dat liegen en bedriegen is? Denk je dat echt? Nou, kijk, ik zeg eerlijk, als je als Rutte zegt, ik heb verkeerd onthouden of zo, zeg maar, ik weet niet hoe die dat zegt. Zo, yo. Lijkt van, ik kom van een achterstandswijk in Spangen. Als iemand dat zo tegen mij zegt, in mijn gezicht zo. Ja, ik weet niet, man. Dan ben je de meester schemer, man. Ja. Zeg maar. Je bent gewoon de meester schemer en je verdient gewoon een klap eigenlijk op je smoel. Maar het feit dat hij dat kan zeggen, aan kan blijven, af kan treden, zeg maar. Daarna nog een grapje breken van, hé, ik ben afgetreden, nu kunnen jullie me helemaal niks doen. Grapje. Ja. En dan opeens hakt hij erin met alle regels, zeg maar. Maar waar ik van baal, weet je, de entertainment, feesten, evenementen, weet je, is altijd de laatste periode geweest van de regering. Ja. Ja. En weet je, gelukkig heeft ID&T, weet je, die hebben het nu wel, weet je, aangevochten. Maar het is gewoon, alles staat, weet je, krijgt voorrang, behalve, weet je, wij, weet je, onze branche wordt zo hard geraakt. En het gaat maar door, weet je. Dat is heel irritant. Ja, alleen ik sprak wel een keer Ronnie en hij zei van, ja, kijk, als wij dan, wij kunnen dan heel het jaar chillen en genieten. En dan vind ik het ook logisch dat wij dan op de laatste zijn naar wie er gekeken wordt. Wanneer er iets gebeurt waarin je mensen moet helpen. Ja, ergens, hij kan het. Ja, precies. Dat snap ik ook wel. Maar want je moet ook wel denken, er zijn veel mensen in het festivalseizoen die ook leven op burgers verkopen. Ja. En dat is gewoon hun werk. Zij verkopen gewoon 6 maanden lang burgers en kunnen 6 maanden lang chillen. Die hebben nu ook geen werk.
En ergens denk ik, dat zijn zoveel mensen. En eigenlijk moeten de regeringen toch gewoon naar kijken. Van, yo, we kunnen dit niet zomaar laten doodbloeden. Nou, zeker, zeker. Maar daarom dus zo'n Lowlands, een beetje een Michelin, wat nu wordt gekend. Ja, de mensen hebben geen idee hoeveel mensen daar werken. Maar dat is toch gek eigenlijk? En nou, verdienen, ja. Weet je. Dat is, weet je, en natuurlijk hebben ze dus nu een regeling dat er 100% wordt vergoed. Weet je, die kosten allemaal teruggaan. Maar ja, de kans is... Jezus. Dus gaan ze dat echt teruggeven, weet je. Dat, ja, dan precies. Hoop ik dat het netjes gebeurt. Voor de volle 100% ja. Ook, zeg maar. Ja, je zou maar net als weer als organisatie gewoon maar in de afgelopen 2 weken weer je geld er tegenaan hebben gegooid. Zeg ja, maar. Nou, dat ja, heeft Lowlands gedaan. Verzekerd bij deze. Ze hadden gezegd, jullie kunnen alle festivals gewoon organiseren. En mocht het dan alsnog mislopen, krijgen jullie alles wat jullie geïnvesteerd hebben erin, krijgen jullie terug, toch? Ja, ja, dat is nu wat er nu uiteindelijk, is gebeurd. Uiteindelijk weet ik denk ik volgens mij wel 100% zeker dat de belastingbetaler gewoon daarvoor op gaat draaien. Want dat doen we altijd al. Weet je, en of het nou, of je nou... Ja, maar daarom wordt nou, de belastingbetaler, iedereen is een belastingbetaler. Ja, nee, maar dan voel je dan toch ook aangesproken. Nee, nee, ik snap nou, het. Het is niet dat ik iets buitensluit, maar als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld voor corona... Was de belasting zo of zo hoog, 21%, voor wie die 51, weet ik veel, 49. En je zal gewoon zien dat daar, wanneer de wind en de storm is gezakt... dat daar gewoon verandering in gaat komen. Gewoon, je zal gewoon zien van supermarkten al. Ze zeggen van het wordt niet duurder. Maar alle grondstoffen zijn al duurder. Diesel is van 1,09 euro naar nu 1,44 euro. Ja, de benzine is al ontiegelijk duur geworden. Weet je? En Albert Heijn en zo, Ahold, zegt nu van... nee, we blijven zelf de prijs, zeg maar. Ja. Dat zeggen ze altijd. En dan uiteindelijk gaat wel overal 10 cent op. Weet je? Ja. Nou, het gaat dat, wel heel terugkomen. Je ja, ja. Zeker, zeker, man. Zeg maar ook je eigen risico. Ik heb het al gezegd. Wanneer die eigen risico van je verzekering gaat landen... gaan wij alles moeten dekken voor al die mensen... die de afgelopen 1,5 jaar in het ziekenhuis is geweest... en verzekeringgeld uitgekeerd heeft gekregen... om aan het ziekenhuis te betalen. Er is nog nooit zoveel druk geweest op verzekeringsmaatschappijen... Nee, om inderdaad. Mensen... Ja, ja, eigen risico gaat gewoon skyrocket dadelijk. Je weet toch? Ja, en nu is ja. Het nog cool, maar dadelijk zie je gewoon van eigen risico 6 barkie. Oké. Okay. Ja. Nou ja, kijk, ik wil er niet te diep op ingaan, want het is wel heel intellectueel. Maar ik heb wel een vraag dan daarover. Want is het niet een betere staat dan bijvoorbeeld wat in Amerika gebeurt? Want als je daar kan je kiezen om niet verzekerd te zijn. Maar als er iets met je gebeurt, dan is het wel heftig. Ik bedoel, als je een paar dagen in het ziekenhuis hier zit, dan dat kost gewoon misschien meer dan... 10.000 euro of zo. Ik altijd zeg van Nederland... ik stem niet. Dan laat me dat voorop zeggen. Ja. Omdat ik daar ook niet in geloof. Ik geloof in geld verdienen. Ja. En geld verdienen en eigen risico betalen. En daar geloof ik in. Maar dat zijn wel de mensen die daar, zeg maar, op wie je niet stemt, die dat bepalen. Dat ja, hun bepalen dat. En dan zeik ik niet. Ik heb niet gestemd. Ik zeik niet. Toch? Je ik verdien wat je moet geld doen, zeg maar. En dan betaal ik eigen risico. En ik als die 1000 euro is, moet ik voor 1000 euro werken, man. Aai. Je weet toch? Maar eventjes wel terug naar jouw vraag. Wat wel zo is, dan moet je weer rekening houden. Vergeleken met andere landen wordt er heel goed voor ons gezorgd. Ja, ja, zeker. Weet zeker. Je, ook nu tijdens de corona komt heel veel geld gewoon een naar partijen, naar bedrijven toe. Dat is één ding moeten realiseren, weet je. Als je in Amerika of hier woont, ergens anders, dan ben je fokt. Ja, hè? Man. In bedrijven. Ja, nee, ik heb zeker ook Tozo genoten, man. Ja, dat wil ik. Dat is al een ding, hè. Hier heb je gratis geld. Zo van, hè, wat? En ben je ooit, zeg maar, van België binnen gaan rijden in Nederland? Of van Nederland naar België. Ja, heb je het verschil gemerkt? Ja, tuurlijk. Je hoeft geen grens te zien. Ja, precies. Dat bedoel ik, zeg maar. En ook donker, zeg maar. Wegenbelasting wordt hier niet betaald. Of tenminste niet precies. Elke kwartaal. Nou ja, terwijl de festivals in ieder geval hier niet doorgaan... is in Amerika nu Rolling Loud bezig. Hebben jullie dat gezien? Wow. Zo, dat is wel echt dope dat ze dat uitzenden op YouTube, man. Dat wil ik gewoon kunnen checken, man. Ik moet het nog goed kijken, man. Zeker. Ik zag Kodak, Chief Keef. Ik zag een paar dingen zo, voorbij komen. Travis Scott, Young Thug optreden, man. Ja, helemaal in het roze. Helemaal in het roze, man. Ja, heel hard. Heb jij het ook gecheckt? Nee, niet gecheckt, man. Niet gezien, man. Oké. Okay. Ja. Wat is er dan? Wat is gebeurd? Nou ja, Rolling Loud. Ik weet niet of je dat festival kent. Je kent het wel, toch? En daar komen de nieuwe lichtingen optreden. Hoeveel man hebben ze estimated? Kijk, ik denk op een stadion of zo, man. Ja, ik vind het wel gek dat Amerika dat nu wel aan het doen is. Ja, free for all, man. Ja, man. Zeker Bangkok, zeker 50.000 man, man. Zeker ik wel, man. Het zag er als meer uit. Maar het was vorig weekend. Afgelopen. Dat is nu. Dat is nu aan de gang, toch? Dan heb je nog steeds een paar live shows. Nou, heb je het gemist, jongens? Ga checken op YouTube, want daar kan je het gewoon checken. Jerry, je bent natuurlijk dus begonnen en de scene is veranderd. Ja, er zijn nieuwe lichting artiesten. Hoe zie je dat nu om de jongeren voor je nu te winnen met nieuwe muziek die je gaat maken? Hoe zie je dat voor je? We hebben ook een beetje geluk dat we al onze legacy hebben. Weet je, mensen graag met ons willen samenwerken. Dat je een naam hebt. Maar aan de andere kant, weet je, het is wel zo dat
Ja, ik check gewoon heel erg, weet je, wat er nu gebeurt in nieuwe talenten, weet je. Ik vind het heel leuk om mensen een break te geven en dan gewoon te checken. Dus ik check met... En waar kijk je nou als je dan checkt naar nieuwe talenten? Eigenlijk alles, man. Instagram, weet je, Spotify, je ziet alles wat er gebeurt, weet je. Nieuwe releases die aankomen. En ik ben daar constant mee bezig. Ik vind het gewoon superleuk, weet je, om gewoon nieuwe talenten te checken. En, ja. Weet je, ook omdat je gewoon per track moet kijken, weet je, wij kunnen heel breed, weet je, dingen uitbrengen. We hebben de ene dag hebben we een hardstyle track en de andere dag hebben we gewoon een trap. Of bijna een ballad, weet je. We kunnen gewoon alles maar in de clubs werkt. En we checken gewoon nieuwe artiesten ervoor. Ja, ik hoor je. Hebben jullie misschien nieuwe artiesten gezien deze dag in Nederland die popping zijn? Opkomen zijn? Ik bedoel, het zijn moeilijke tijden. Heb jij er eentje gezien, Jerry? Ja, een heleboel zelfs, man. Ik moet eventjes een paar namen. Ja, een paar namen. Ik ben wel benieuwd, zeg maar. Ik vind... laat me hier over nadenken. Ja, denk er maar over na. Hebben jullie misschien iemand gezien? Ik vind... Die moet ik checken, zeg maar. Ja, je ken hem wel. Ook Rasta. Hij lijkt op Future, maar hij is geen Future. Dus nee, wist je de naam van Future niet te noemen? Hij is Nederlands. Hij is ook... hij gaat met Rolex Rooks om. Die Rasta. Vegas, Lord Vegas. Lord Vegas. Man. Ja, ik vind hem gewoon zijn... zijn motion. Hard, man. Vind ik gewoon sick. Hard, man. Gewoon voor hem vind ik gewoon... hij heeft mij gepakt als een van de laatste... Van, hey, yo, man. Ja, yeah, I like that shit. Ja, er is nog één guy, man. Maar hij is ook upcoming, man. CBO, man. Hij moet je ook checken. Ja? Oké, cool. Ja, man. Ja. En heb je al namen? Ik ben fan van Noël, man. Noël? Ja, ik vind haar super tof, weet je. Wat is een meid? Ja, ze meid die met de Distortion laatst in een track uitgebracht. Oké. En zij zijn denk ik beating. Weet je, en er komt er gewoon nu een gat in de markt. Er zijn geen grote vrouwelijke artiesten nu in Nederland. Qua hip-hop en rap, weet je. Je hebt nu Latifah, weet je. Maar voor de rest zijn niet echt veel grote namen. Nee. Nou ja, je hebt Femke, toch? Ja, Loutje. Ja, maar ze is nog niet echt doorgebroken. Je Loutje is er ook. Femke wel, kan toch? Worden. Femke, ja, maar ik heb het over een rapper. Oh, oké. Ja. Oké, duidelijke taal. All right. Dope. Even kijken hoor, jongens. Wat is er nog meer boeiends? Justin Bieber, de jongste artiest ooit in de 100 billboards. Nou, dat boeit me niet echt zo. Lekker leuk. Bah, 100 hits, hè. Je knippen echt gewoon dingetjes eruit. Sorry? Ja, toch. Oh. Man van 24 opgepakt voor verkrachting, 12-jarige zwangere vriendin. Ja, dat heb ik wel gezien inderdaad. Dat is best wel heftig. Dus, heb jij dat gezien? Nee, ik heb dat niet gezien, maar ik heb het gezien in de krant, Max. Maar het is ook niet zo boeiend om erover te hebben, bla bla. Lil Nas X hebben jullie besproken al? Dus nee, die hebben we niet besproken. Maar ik heb de clip ook nog niet gezien. Ik wil hem wel zien, maar ik heb hem nog niet gezien. Dat is een evolutie, man. Dat is keihard wat er is gebeurd. Ik vind het ook dope, man. Ik vind het heel dope dat het gebeurt. Wat is er gebeurd? Vertel even. Met twerking the guys of zo in een jail of zo, hoorde ik. Maar... Nee, ik hoor dat de mannen... Naakt in de douche. Met... Die clip gaat helemaal leuk. Kijk, die track is dus geproduceerd door Kanye. En daar begint het al, weet je. Serieus? Ja, man. Dan staat Jack Harlow staat erop. Wat? Ja, man. Oké, even een. Maar dan heb je dus een clip, weet je, met twerkende guys, weet je, half naakt, weet je. En dan gewoon, ik vind het zo dope dat hij gewoon open uitkomt dat je voor zijn gay. Ja, wat vind jij ervan, Lips? Oh, ik vind het, hij doet zijn ding, man. Ja, maar dan zit je met gekruiste armen, zeg maar. Oh ja, nee, dat was even die mo, okay, man. Ja, dat was even die mo. Nee, je maar niet ongemakkelijk Nee. Het is toch dope om te zien? Zeg maar, ik vind Lil Nas X wel dope. En ik vind van hoe hij zijn muziek maakt, vind ik dope, weet je. En ik denk ook misschien dat die... hoe zeg je dat netjes, zodat niemand boos wordt? Die homoseksueel in hem... Gewoon dat naar buiten komt, andere... Zeg maar. Hij kijkt abstract gewoon naar die muziek gewoon. En dat is gewoon dope. Is net als hoe veel mannen in de kleding zitten, toch? Die dan gewoon vrij. Ja, gewoon maar vrij. Het is in... toch een kleine... Ik bedoel, het is wel een kleine, een hele grote stap. Gewoon een hele revolutie qua dat. Ja, ja, zeker. Het is nog nooit gebeurd dat iemand zo open daarvoor... Ja. Ik vind het wel bijzonder, weet je. Ja, ja, ik weet het nog en jullie moeten dit ook weten. Alright. Jij moet het ook weten. Wist je nog dat, dat was op BNN, had je zo'n hip-hop praatprogramma met zo'n vrouw die dat presenteerde? Your BNN, man. Met, en daar kwam Steen langs en toen gingen ze over homo-rap praten. Wat denken jullie daarvan? Is dat de toekomst? Weet niemand waar ik het over heb? Ja, ik weet het. Het gebouw was uitgegooid, want hij helemaal was genervd. Ja, BNN niet meer in. Ja, mag BNN mocht hij niet meer in. Ja, man. Ja, man, hij was geband, man. Ja, man, en iedereen aan tafel was ook van... Nee, dit gaat geen toekomst worden. Nee, dit gaat niet gebeuren. Nee, man, homo's, maar wat, nee, man. Dit ja, maar wat ze lieten zien was ook echt, was ook echt slecht, zeg maar. Ja, wat ze lieten zien... Was ook wel echt, hij ging er zeg maar wel all in van... Yeah, I like to suck dick, dat soort dingen. Ja.
Maar ik bedoel, qua clip is het wel... Ja, okay. Als ze die clip toen lieten zien... Als ze die clip toen lieten zien, denk ik ook wel dat ze dezelfde reacties zouden geven. Man, Kill, hij wordt getwerkt. Ja, het is in Kill, die clip, hoor. Guys. Er staan 50 naakte mannen in een douche. Hmm. Geblurred dan wel hier. Staan te dansen. Je weet toch, het is echt... Als ze dat 10 jaar geleden is, dat is misschien wel langer. Ja, maar de toen wereld is er nog zien, niet. Dan zouden ze ook zeggen, yo, no man, this ain't gonna happen. Ja, maar de wereld is er denk ik nu pas klaar voor, toch? Ja, dat kost tijd. Ik denk op een dag komen wij ook gewoon thuis binnen. Dan is je zoon misschien aan het pacha op een robot, zeg maar, met een bril van 3D. En denk je, yo, what the fuck is dit? Ja, maar dat is iets dat wij ook niet zouden kunnen begrijpen. Dus alles kost gewoon tijd en neemt tijd. Maar het is wel bijzonder dat in Amerika dat gebeurt, weet je. Je hiphop is natuurlijk wel van, ja, maar het van altijd... de stoere mannen, weet je. Dat je het is wel van, is het bijzonder. Ja, maar grondleggers komen toch altijd meestal uit Amerika. En dat is toch hoe het werkt meestal. Maar de baby krijgt nu ook, heb je gezien, de baby krijgt ook nu veel backlash. Toevallig omdat hij gisteren of eergisteren op Rolling Loud een homofobische uitspraak deed. Wat is gezegd? Ik weet niet precies wat hij zei, maar iets in de negatieve zin richting homo's. Ook over in combinatie met HIV, AIDS. Ja, ja, man. En nu krijgt hij ook wind van voren, zeg maar. En een van die grote dames van Amerika, die dan in de eigen show heeft of zo. Zij zegt ook gewoon van, weet je hoeveel homo-mannen gewoon jouw muziek blazen en zo. En er gewoon voor zorgen dat jij in bepaalde waves komt, weet je. Ja, is gewoon, hun luisteren ook gewoon naar je pokoes. En hun kopen ook je kaartje. Hun komen ook daar staan buiten. En hun zingen jouw shit ook gewoon mee. Ja, klopt. Like van, yo, hoe bash je hun? Als je niet uitkijkt, dan wanneer hun tegen je keren... kan je dat gewoon zien in je cijfers, zeg maar. Heb je dat gezien van DaBaby ook? Dat hij wil nooit dat... Als hij op de foto gaat met mensen, wil hij nooit dat ze hem omarmen. Dus er zijn al een paar filmpjes, toevallig vorige week ook één. Het is ook dat zeg maar een fan en dat hij echt in die is van, no man, niet aanraken. Ja. Vind ik ook een beetje raar. Dat is ook zijn image toch ook een beetje van niet te close komen. Maar je moet precies begrijpen waar hij vandaan komt. Wat een cool image. Ik vind dat... Hij was wel in de... Ik snap wat je bedoelt, maar ik vind dat echt niet leuk. Ja, maar je hebt simpelweg... Stel je voor dat hij zich gewoon houdt aan de regels, man. Joh, het is COVID, man. Maar dat is niet, dat deed hij ook al in zijn upcoming tijd. Er zijn gewoon meerdere filmpjes over de tijd van DaBaby gekomen van, je moet die kill niet. Nee, hij wil niet. Bij een foto aanraken, want dan wordt hij pissed af. Ja, maar heb je die story van hem gehoord van Target? Nee. Dat hij met zijn vrouw en zijn kind is. En dat hij daar die guy ook aan hem wil komen. Daar. En dat hij hem wil roven in de Target schieten. Zo is hij bekend geworden. Had iemand toen doodgeschoten in de supermarkt. Ja. In de Walmart volgens mij. Ja, of zo, toch, inderdaad, Walmart of Target. Weet je, ja. Hij houdt gewoon, ja. En hem is misschien een trauma-achtige reactie. Ja. Maar kom niet in mijn buurt, raak me niet aan. Laatste keer dat iemand in mijn buurt wou komen, was ik met mijn vrouw en mijn kinderen. En shit went left. Nee. Weet je, kijk, Pusha is die nu. Gruwelijk, pokus uit dit, dat. Nu moet ze hem shout-out geven, want hij zit in Jari. Ja. Ja, maar die kan ook jaren de bak in dadelijk. Oh, ja. Uiteindelijk is het wel live, zeg maar. Want ook als hij je aanraakt en hij doet iets dat je misschien niet wilt, en je klapt hem, in Amerika zijn ze dan, schreeuwen ze gelijk jackpot, hè? Weet je, gaan ze lekker hinderlijk doen, zodat je hem kan slaan, en dan heb je een halfjaartje, heb je bullshit aan je broek, en dan moet je €300.000 smeergeld gaan geven, zodat hij zijn mond houdt en zo. Ja. Nou, op dat was hij. Ja, dat raakt me niet aan, man. Kom niet in mijn buurt, man. Nee, ik hoor wat je zegt. Maar ik vind het ergens wel, want ik hoor wat je zei, Kid. Alleen, kijk, stel je bent echt bekend en in Amerika. Iedereen wil je aanraken. Je loopt naar de winkel, mensen willen je met je praten. Ik kan het wel snappen dat je gewoon een keer geen zin hebt in mensen. Mm-hmm. Dat je denkt van, nou, oké, ik neem wel die foto met je, maar voor de rest laat me met rust. Ik wil jouw energy gewoon niet voelen. Maar mensen hebben ook fucked up energies. Hè? Als ze je aanraken, misschien dat je dat overneemt. I don't know. Mensen hebben allerlei redenen om gewoon niet met fans te... Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. Ik snap wel dat we in Nederland, zeg maar, wel denken van, waarom zou je dat doen? Maar ja, Nederland is ook veel kleiner soms dan Amerika. Soms ben je gewoon niet in je mo, man. Ja. Soms ben je niet in je mo. Als jouw telefoon gaat en jij krijgt in jouw privé sfeer even iets... Ja, maar gewoon hij staat iets... erom bekend dat hij dat doet. Ja, zeker. Maar ik heb gewoon bijvoorbeeld, like van, uiteindelijk zie ik... wat ik zie van fans, soms willen ze jou als publiek eigendom. Willen ze jou... Maar ze moeten ook beseffen dat we ook mensen zijn, zeg maar. Weet je? En een mens heeft een kutdag, man. En jij weet niet, misschien heb ik nieuws gehoord... is een familielid van mij overleden. En dan, yo, bro, ik wil echt geen blije gezicht nu zetten, man.
Nee. Zeg maar, dat gaat mij niet lukken, man. Ja, maar het hoort er ook een beetje bij. Ik vind dat we niet te moeilijk moeten doen. Het hoort erbij, maar ik bepaal dan wanneer het erbij hoort en wanneer precies, niet. Precies, ja, dat is voor iedereen zelf. Kijk, Justin Bieber, heb je gezien voor zijn deur? Ja, ja. Die man kan nergens, kan hij een broodje eten normaal. Die chickie is voor zijn deur voor die foto. Ja. En ze gaan respectfully, je weet toch? Check me op on road, je weet toch? En ah, het is dubbel, gewoon... want ik hoor wat Kit ook zegt, is ja, het hoort erbij. Je kiest voor die lifestyle en je weet van tevoren dat het wel erbij komt kijken. Ja. Dus op het moment dat je als een klootzak ook gedraagt naar mensen die misschien je muziek luisteren ver van waar jij woont, dat is gewoon, die mensen showen jou gewoon love. En ergens vind ik wel, want dat doet Ronnie altijd, met iedereen maakt hij gewoon een foto. Het maakt niet uit wie, met iedereen maakt hij gewoon een foto. Hij neemt de tijd, al heeft hij zijn dag niet, hij gaat voor jou die foto maken. En dat is het minst wat je kan doen als artiest, denk ik. Toch? Ik denk dat het bij hoort, man. Weet je, normaal zeg ik, je moet gewoon blij zijn dat je ja, toch? Dat je jij maakt toch niet elkaar een foto met iedereen, toch? Zeker, maar wij hebben al een lange tijd geleden, zeg maar, we besluiten gewoon om zoveel mogelijk uit de media te gaan, weet je, onze gezichten. Dus we werken aan het merk Party Squad, van de brand daarvan. Onze gezichten wat minder in de media, weet je. Geen foto's of grote interviews. En gewoon, weet je, alleen met releases, weet je, zijn we af en toe gewoon, weet je, op de media, weet je. Maar gewoon, dat is wel een keuze geweest. Je hebt inderdaad geen leven meer als je een beroemd... Zo'n Ali of dingen van de vrienden van, weet je. Dus gewoon, je hebt geen leven. Precies. In de supermarkt, een beetje opgegeten. Daarom lijkt het me wel flex om gewoon een producer... De producers hebben daar echt geen last van, man. Ze maken gewoon money en ze denken, ja, ik chill gewoon thuis. Ik loop gewoon naar de winkel en niemand kent mij. Ja. Maar ik maak wel mijn money, zeg maar. Jerry, er is nog iets dat ik wilde vragen. Want natuurlijk heb jij ook heftige momenten meegemaakt in de muziek. Je hebt ook een ongeluk gehad. Ik heb nooit begrepen wat er echt is gebeurd. Want ik heb alleen dingen gelezen. Maar nu je hier voor me staat, kan je me meenemen met wat daar is gebeurd? Wat was het verhaal? Waren jullie ook gestopt tijdelijk dan? Met muziek uitbrengen, met muziek maken? Of ging Party Squad toen nog wel door? We hebben wel, denk ik, een jaar, anderhalf jaar pauze gehad, zeg maar. Ja. Een beetje stilstond. Maar ja, ik heb 2008 heb ik een auto-ongeluk gehad. Ja. Was eigenlijk op het hoogtepunt van onze carrière, weet je. Ik moest toen in Pasha Ibiza draaien. Afsluiten daar, weet je. Het ging allemaal geweldig. En stap je de auto terug naar het hotel. En toen in een ravijn gevallen met die auto. Wow. Wacht even, dus dat was in het buitenland gebeurd? Dat was op Ibiza, ja. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, dat was in Nederland gebeurd. Drie maanden in coma gelegen. Jarenlang revalidatie gehad, weet je. Ook mijn geheugen verliezen, weet je. Wel heel veel, was heel heftig. Dus ik heb nu een korte verhaal, weet je. Ja, natuurlijk. Wel heftig. En echt jaren over gedaan, weet je, om terug te komen, weet je. In de laatste paar jaren ben ik wel weer echt helemaal mezelf, weet je. Hoe ik ervoor was, weet je. Qua geheugen en qua, weet je. Ik had over een beetje last van. En nu gewoon geblest, weet je. Nu gewoon genieten van het leven, weet je. Ik moet zeggen, om gewoon alles terug te pakken waar je gewoon was gebleven. Dat is sowieso een blessing als dat kan. Zeker, man. Maar je stelt dat je geheugenverlies had. Betekent dat mensen je ook moesten vertellen wat je deed? Wat je beroep was? En hoe is dat gevoel dan, zeg maar? Want stel, je bent alles vergeten en iemand komt naar je toe. Yo, je bent gewoon bekend, man. Ja, maar je hebt, yo. Ja, dat was zo raar voor een beginperiode, weet je. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik in het ziekenhuis lag. Ik kwam net uit coma. Ik lag daar, denk ik, net een maandje, weet je. Dat was in het Lucas ziekenhuis in Amsterdam. En er komt gewoon een stagiaire, weet je, van een dokter, komt naar me binnen. Ik kwam helemaal zenuwachtig. Ik kan me zo goed herinneren. Ik lag daar. En ze komt zenuwachtig, komt ze een demo bij me droppen. Weet je, dat was de eerste ervaring, zeg maar, dat ik besefte dat ik iemand was in de muziek. Leg een demo van me. Ja, misschien als je beter bent, moet je een keer hier naar luisteren. Wauw. Dus ik pak die demo. Ik wist niet wat ik lag, een cd daar. Weet je. Ja, maar dat is toch wel disrespect, man? Ja, super disrespect. Ik gaf het aan mijn vader. Een dame legde hier net neer. Ja. Mijn vader natuurlijk heel het ziekenhuis heeft gebroken, weet je. Van zo boos, weet je. Hoe kan dit gebeuren, weet je. Maar dat was wel de eerste keer dat ik in aanraking kwam met wie ik was. Oh, oké, okay, dus je wist het nog niet. Niemand had je nog verteld. Nee. Je was wel bij bewustzijn, neem ik aan. Dus. Bij bewustzijn, je kon net een beetje praten, weet je. Dus het was heftig, weet je. En dat was pas een paar weken of een paar dagen? Ja, het was net na een maand dat ik wakker werd van coma. Jeetje, man. En dus toen krijg je het hele verhaal te horen, weet je. Van je ouders, weet je. Van je familie. En alles opnieuw geleerd, man. En ja, ik moet gewoon helemaal kennis weer terughalen, weet je. En ook, ja, gelukkig hebben we nu tegenwoordig YouTube en dingen. Zie je jezelf terug, weet je, interviews. Ja, maar dat vroeg ik me dus af. Hoe is dat, zeg maar? Je ziet jezelf terug op de stage, zeg maar, met duizenden mensen. Ik denk, wat is dit wat ik doe? Te weird, man. Weet je, ik heb ook heel erg om mezelf, weet je, geleefd, weet je. Weet je, want het is ook een beetje vroeger, dus 10 jaar terug, weet je, waren we wel wat bekender. Ja. Weet je, een soort BN'er, weet je. Dus je werd overal een beetje aangesproken, zeg maar. Weet je, ja, precies. Terwijl je niet wist wie je was.
Ja, maar dan snap ik inderdaad dat je veel afstand hebt gedaan van muziek. Van, joh, dit is even niet meer nodig. Even mijn life fixen. Ja, man. Dus weet je, ik moest wel heel veel dingen terugleren. En ik moest wel weer echt mezelf ook emotioneel weer helemaal terughalen. En daar heb ik een lange tijd over gedaan, weet je. Maar ja, ook een blessing dat je gewoon, weet je, kan leven van muziek. Weet je, ja. Ik had wel een heel bedrijf en gewoon, weet je, gewoon achtergelaten, weet je, dat gewoon doorging. Ja. En daarvan kon leven, weet je. Ook eventjes een tijdje een pauze kon nemen, weet je. En dat je zelf weer gewoon kon refereren. Ja, precies. Als je kijkt, zeg maar, het is gebeurd. Zijn er voor jezelf misschien 1 of 2 dingen die jij, waarvan je, of tenminste, ja, natuurlijk, nee, nu is het raar hoe ik eraan denk, want je hebt geheugenverlies gehad. Dus, maar weet je op zich nog wel iets van daarvoor? Nee, man, ik heb alles teruggeleerd, man. Dus ik weet je, okay. En dat was ja. Ook, joh, dus dat was ook heel emotioneel, heel, heel zwaar, weet je. Natuurlijk. Je weet dus je basisschool, weet je, allemaal details. Zo. Je weet niks meer. Dus ik ging ook hopen, ik ging heel vaak terug naar plekken waar ik vroeger vaak kwam. Misschien kom dat dan terug, weet je. Ze leren ook dat je na een jaar ongeveer, na zo'n klap, dat je dan misschien weer terug dingen terugkwam. Ik heb niks teruggekomen, weet je. Dus ik moest helemaal opnieuw beginnen. Dat heeft mijn vraag geen zin. Maar er zitten ook weer voordelen aan, weet je. Dus je gaat voor het eerst... Ja, je doet alles voor het eerst weer. Dus laat me niet in details komen, want je gaat alles voor het eerst. Ja, dus, duidelijk het al. Dus je leert alles opnieuw. En je gaat voor het eerst naar McDonald's, voor het eerst eet je sushi, weet je. Dus alles. Maar vind je McDonald's dan lekker? Ja, man. Oh, man. Echt gewoon, ja, man. De eerste keer dat je dat soort dingen meemaakt, van oké, wauw. Weet je, en ook de shows, weet je, of draaien. Weet je. Ja, want je moest opnieuw leren draaien, neem ik aan. Hoe lang heeft dat geduurd? Dus eigenlijk 2 keer je carrière ben je opnieuw begonnen, zeg maar. Ja, kan je zeggen. Ja. Dus, wacht even, want ik wou net iets vragen. Want ik weet nog vroeger... Ik weet nog heel goed dat er 1 filmpje was van Party Squad in Salau. Ken je dat filmpje van State Magazine? Ja, denk het wel. Ongeveer die, ja. Ik wou daar eigenlijk allemaal dingen over vragen, maar... Kan dat dan niet? Nee. Kan dat dan niet? Oh ja. Nee, dus... Ja. Of ik heb hem terug moeten zien, weet je. En dan is het verhaal verteld. Dus ik heb eigenlijk zoveel mogelijk informatie terug proberen te halen. En als je het terug ziet, dan weet je het ook niet meer. Nee, dan is het gewoon van, oké, ik heb dit gedaan. Maar dat is super pijnlijk, weet je. Dat je het inderdaad, weet je. En werk veel. En wat nu, weet je, een team heeft gehoord, weet je. We stonden daar op het grootste stage, weet je. En je pakt zo'n, je weet het niet meer. Hoe pijnlijk is dat? Juist die ervaring om te koesteren, juist dat gewoon is... Zo, weet je, en ik heb wel omslag gemaakt. In het begin was dat pijnlijk, weet je. Nu heb ik van, nee, maar ik heb het overleefd. En ik heb hem gewoon een mooi leven teruggekregen, weet je. En ik nu gewoon genieten, weet je. Nee. Zeker, man. Ja. Zit in die handen. Jongens, even een applaus, man. Ja, zeker wel, man. En daarom voor de mensen, weet je, wat ik heb geleerd nu van... Mensen hebben zoveel stress om zoveel bullshit, weet je. Je moet gewoon genieten, het kan morgen voorbij zijn. Zorg, precies. Ja. Leef je leven, man, weet je. En doe je ding en weet, doe wat je leuk vindt en genieten, man. Ja. Zo zit ik er echt niet in. Wow. Ja. Nee, sterk. Daarmee gaan we even door naar het optreden. Want hij is natuurlijk ook door jou... volgens mij heeft hij heel veel van jou geleerd. Ja. Ik zie hem als een van de beste van deze tijden. Want ik heb jullie net gevraagd wie is de next best. Mm-hmm. Voor mij is dat de jongen die nu gaat optreden. Ashy met Niet Ready. Morgen komt zijn nieuwe single uit. En is hij al klaar? Let's get it. Oké, nou, hier is Ashy met Niet Ready. Shiboy Ashy. Big up 146 de podcast, big up Phoenix baby. Zaal 2, heel snel online, let's get it. Oh. Ze zegt mij, you fuck with my heart. Je hit die daarna ben je weer. Sorry baby, weet niet waarom jij dacht. Dat ik ready ben voor love, love, yeah. Ready ben voor love, love, yeah. Baby, neem me niet persoonlijk. Money motivatie is nu hoger. Nu heb ik minder tijd over. Ben altijd je single mama. Maar ik ben niet echt alleen. Ik kan kiezen welke wifi ik nu leen. Loyalty op de story wat ze claim. Zoals BL zei, ze gaan allemaal. Bitches, gold diggers. Ze laten het lijken nu bij hun mista. Ze laten het lijken nu op die insta. Maar ik heb jou gezien. Ze zegt mij, you fuck with my heart. Je hit die daarna ben je weer gone. Sorry baby, weet niet waarom jij lacht. Dat ik ready ben voor love, love, yeah. Ready ben voor love, love, yeah. Zie je die persoon
makkelijk, maar baby, ben niet ready. Dit is een beetje money, wil niet zeggen, ben steady. Willen echt als een nieuwe buggy, hoef geen baddy. Willen liever chick, dan pas word ik baby daddy. Zoveel chicks gezien heb, als zoveel chicks gezien. Weet al wat ik zoek, willen toppen die me roept. En me zegt waar het op staat en er niet omheen draait. Zeg me direct wagwan, waarom ben er geen tijd? Voor die pla 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 poekie. Chicks, waarom je stress en niet meer dan groepjes. En ik weet ja, hard die groepjes, want ze dragen mijn hoodies. Ik kan je uitleggen wat je wil, ik ga toch niks begrijpen. You fuck with my heart. Je hit die daarna ben je weer gone. Hey, sorry baby, weet niet waarom jij dat ik ready ben voor love, love. Yeah, yeah, ready ben voor love, love. Yeah, 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 yeah. Nogmaals, is je boy Ashi. Big up 146, big up Phoenix. En het belangrijkste, eerste EP zaal 2. Zaal 2. Je boy Ashi, lobby. En hij is hier in de studio, Ashi met Niet Ready. En jullie zijn ook niet ready. Applaus. Oh, applaus. Jullie zijn niet ready. Morgen komt zijn EP uit. Zaal 2. Ga streamen, ga checken op YouTube. Alles. Hoe gaat het met je, Ashi? Gaat goed, bro. Wat je zegt, EP komt eraan, is mijn eerste EP, dus ik heb er echt veel zin in. Is het pas je eerste EP? Ja, man. Maar je hebt al miljoenen streams. Even nonchalant. Daarom is het niet tijd voor die EP. Even tijd voor de EP. Kijk eens, maar waarom dan zaal 2? Want het lijkt dus alsof het de tweede EP is. Het is kijk, vrienden van mij gaven een feest in Air Amsterdam. Ja. Dat feest heette Streder Damsco en het begon in zaal 2. Okay. En toen was ik nog MC, maar echt net, zeg maar. Ik was net begonnen met... Hoe lang geleden was dat? 3 jaar geleden. Hmm. En vrienden van mij gaven dus vissa's en ik werd gewoon uitgenodigd. Eigenlijk had ik mezelf eerst uitgenodigd van, joh, ik ga gewoon MC'en, fuck it gewoon. Ja. Uiteindelijk ging het goed. In Amsterdam is er een beetje dat cultuur van, oh, zij doen het werkt, dan doen wij het ook. Ja. Voor je het wist werd ik overal geboekt, gewoon in Amsterdam. En als MC, zeg maar. Ja, en op een gegeven moment werd Streder de Damsco een van de hardste vissa's van de stad. Gewoon, weet je toch, elke keer lijp uitverkocht en alles. Dus voor mij was dat het begin. En nu in mijn muziekcarrière... En nu heb ik gewoon gezegd, ik ga het MC helemaal laten. Ik ga gewoon volledig muziek maken. Voel ik wel een beetje dat ik daar nog ben, zeg maar. Wat je wil zeggen is, ben je pas 3 jaar of minder dan 3 jaar bezig met muziek maken? Of had je altijd wel al... langer bezig met muziek. Ja. Dus wel, misschien, laten we zeggen, 7 jaar of zo. Maar dan meer van pokus maken. Ja, toch? 3 jaar echt van, oké, ik ga releasen. Serieus, zeg maar. Van, ik wil een label, ik ga releasen. En nu, wat mijn gevoel, ben ik dus nog zaal 2. Maar na die EP is het mainstage NN. Let's get it in. En ik hoor ook dat jij de Party Squad kent. Ja? Ze hebben jou dingen geleerd, dat is wat ik heb gehoord. Wat is daarvan waar? Ze hebben mij dingen geleerd. Ja. Oké, ja, althans, ik weet niet wat je hebt gehoord, maar wat ze mij hebben geleerd dan is... kijk, het imago voor mij, naar mijn gevoel, in die tijd was het meer van... Dit zijn die stoere guys die gewoon pissa, gewoon lijpere presenten, maar niet op een corny manier of zo. Ja. En dat was die tijd voor mij een beetje middelbare school... Hé, hey toch, chickies komen net, is interessant. Ja, 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 ik hoor wat je zegt. Hey, Je laat me weer oud voelen, man. Oh, shit. Maar het is gewoon niet zo lang. Zo ongeveer, man. Oké, en zeg maar, hoe ben jij begonnen dus met muziek maken? Heeft iets jou geïnspireerd? Dacht je van, oké, nu wil ik zoals deze guy worden? Zijn je inspiraties vroeger, in leven? Laten we praten over groep 6, 7, 8. Groep 6? Toen was ik zeg maar lijpfan van T.I. Oh, wauw. Ja, wij allemaal denk ik ook. Ja, ik vond hem toen echt hard. Okay, en op een gegeven moment was op die basisschool. Was dan op een gegeven moment moest je dan optreden voor de klas en zo. Deed ik gewoon zijn pokus. Op een gegeven moment had ik een cover van zijn album. The King was het volgens mij. En toen had ik die profielfoto gepakt. Was nog hype-tijden. Ook met die contrast. Dat je net die schaduw ziet. Ik was lijpfan. Dus dat was een beetje van, oké, ik wil deze shit ook doen. En op een gegeven moment was het gewoon meer... Een beetje geluk en wel pushings vanuit Matties om me heen. En zo dat ze zeiden van, hey bro, het is hard. Het is in ieder geval anders. Verder ermee. Ja, want ik moet zeggen, als ik jouw nummers hoor. Het is zeg maar face muziek, ook voor de clubs. Maar ik vind het wel echt hetzelfde gevoel als ik naar Itje luister. Naar Idali. Ja, zeg maar, het is echt creatief en... ik weet niet, alsof je echt gewoon veel muziek hebt geluisterd die niet per se hiphop is. Ja, dat sowieso. Kijk, als je... Ik denk dat veel mensen dat kunnen zeggen, maar ook als je naar mij als Spotify afspeellijst gaat, bro, is van alles. Ja. Van weet je toch, Phil Collins, John Mayer, tot opeens hoor je weer Migos, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. En dat vind ik allemaal hard. En vroeger ook, dus dan had ik wel een T.I., maar ik vond Nelly Furtado ook gewoon hard. Ja. Snap je? Ja, precies. Dus het was gewoon meer van, Akon vond ik fucking hard, maar door die melodieuze shit van hem. Maar dan 50, toen hij net opkwam, dat was de shit. Dus ja, het is precies. Gewoon elke keer van, oké, wat vind ik daadwerkelijk goed?
Dat is gewoon wat ik liked. Ja, zo klinkt het ook alsof je echt gewoon veel musicaliteit in je muziek hebt gestopt. Ja. Ik hoorde een swing in die nummer ook. Er zat wel een goede swing in die beat. Ja, ik zit net op je Insta. Hoe ben je aan een vinkje gekomen? Mensen strijden hard voor dat vinkje, man. Hoe ben je aan een vinkje gekomen? Ik ga eerlijk zeggen, dat is gewoon 4 keer aanvragen met de juiste dingen op de achtergrond. Okay, ik denk dat het vooral label management. Hij is niet zomaar een artiest, hoor. Aan de achterkant is het goed geregeld. Zeg maar. Ja. Nee, maar ik weet dat Lijpen heel lang moest wachten op zijn vinkje. Dat werd nog een ding ook op Twitter en Insta van Lijpen heeft nog steeds geen vinkje. Ik krijg lijp veel DM's, man. Gewoon van random guys, volg me niet eens. Ja. Yo, hoe heb je vinkje gefixt? Ja. Zij denken allemaal misschien van heeft deze guy een gekke glitch of zo, weet je toch? Ja, dat krijg ik ook altijd van. Kunnen we zelfs Amerikaanse mensen die gewoon je account willen overkopen. Bro, letterlijk. Ja, het is lijp. En ook nu gewoon random Insta's, chicks van die influencers uit Colombia, 2 miljoen volgers. Volgen me nu zomaar. Zomaar? Ja. Wow. Wat? Waka, volg mij, bro. Huh? Wacht even, wow. Huh? Wacht even. Wat? Maar kijk, je hebt nog wel een kleine story dacht. Dat was, kijk, zie je? Ik had echt ook weer lang geleden was hij een keer naar Amsterdam gekomen. Toen kwam hij ook langs de Herman Brood Academie. Daar zit ik toen op school. Toen kwam hij ook bij ons op school even. Ja, hij was gewoon aan het chillen. Oké, bam, schoenwinkel. Ik zie hem daar. Ja, ik besefte wel wie het was. Dus ik zeg, yo. En hebben een picture, weet je? Ja, kom zitten. Hij was gewoon relaxed. Een paar pikken gezet. Nu, een paar maanden geleden, heb ik die story. Of zag ik weer die pikken. Had ik gewoon mijn story gezet. Had ik hem getagd van, lang geleden. Ja. En hij reageerde erop. Van, hard. Op een gegeven moment, hij gaat naar onder een van mijn posts. Zie je nog 4, 3 van die vlammetjes. Van, hard wat je doet. Ja. Dus ik mag gaan volgen. Maar ik denk omdat hij het dus mij toen zag. En dan nu dat vinkje dat hij denkt van, dat is gewoon mijn guy. Ja. Dus ik zie wel echt wat voor dooi effect dat vinkje eigenlijk heeft. Want mensen kijken nu ook wel anders. Ja. Van die chappies die allemaal influencers zijn, weet je toch? Ja. Maar dan niet dat vinkje hebben. Kijken me gewoon aan met de vieze blik van, je vink. Ja. Hoe heb je dat geregeld? Ik moet wel eens eerlijk zeggen. Nee, op die manier voel ik het niet, hoor. Nee. Bij mij was het eigenlijk, ik had hem gekregen omdat iemand ging op Instagram zichzelf Kid the Blitz noemen. Ja. En toen was Nathan Moscovici nog, die deed nog mijn management. En toen zei ik, en Nathan ging hem DM'en van, yo. Mag hij die naam want ik heb Kid the Blitz 1, dus kunnen we dat account, weet toch, aan Jasper of aan Kid geven? Hij was van, nee, maar jullie moeten het kopen. Oh, wow. Dus toen was hij Instagram gaan DM'en van, dit en dit, kunnen we dat account overzetten? En toen hebben zij gewoon gezegd, hier, krijgt hij een vinkje. Oh, wow. Voor mij was het echt per toeval, man. Ik werd ook ineens wakker in de ochtend van, ik heb vinkje. Oh, lauw, man. Nou, dat had ik niet eens gezegd van, ik ben dat nu aan het doen. Ja. Maar wat je zegt, als je dat hebt, dat ik denk nooit aan dat vinkje. Maar ook in de groep zet gewoon met Mathies. Op een gegeven moment, een van mijn Mathies die ook mee is, Anoua zegt... Hey, what the fuck, je hebt vinkje. Maar ik dacht, was iemand anders van ons. Ik zeg zo, lijp, hard. Hij zegt, jij broer. Toen keek ik, toen zag ik het ook. Ja. Maar zo zie je het. Zo zie je het. Je maakt gewoon veel dingen mee. We hadden het net even daarbuiten erover. Ja, maar. Oh. Thanks. Even wat drinken, jongens. Iedereen wat drinken hier aan tafel? Drinks, Heeft iedereen wat drinken? Jullie zijn allemaal goed? Ik ben oké, man. Kijk, leef jij gezond, Jerry? Ik leef heel gezond. Je ziet er gezond uit. Echt gezond, man. Sport jij? Ja, wat ik jullie net vertelde, ik moet heel gezond leven. Dus ik moet goed sporten, goed slapen, goed eten. Goed slapen? Ja, man. Belangrijk, man. Slapen, toch? Slapen belangrijk, is belangrijk. Ja, dat is waar, maar ik bedoel, je bent DJ. Daarom, je moet gewoon goed blokken, zeg maar. Gewoon heel goed gewoon in je agenda zetten wanneer je slaapt. Ja, oké, sick. Ja, play, die zit ook gewoon in. Ja, deze dag moet ik gewoon even een paar uur slapen. Gewoon met mijn uren dat ik gewoon de rust pak, staat erin, man. Ja. Kijk, jij nog niet hoor, maar ik snap wel als je een tijdje bezig bent, zeg maar. Vooral als dan je kids hebt, weet je, gewoon, dan moet je shit goed plannen, man. Ja, precies. Kijk, voor jou begint het net natuurlijk, je gaat alles meemaken. Hmm. Je hebt nog geen buitenlandse shows gedaan, want het is corona. Ja, als MC. Ja, ik heb wel een paar dingen gezien, dat je wel bezig bent, of je was bezig met shows te geven met de auto, of je toerde langs Nederland. Ja, met een pick-up truck, man. Ja, vertel, man. Ja, met een pick-up truck gingen we, was rondom de release van Agali. Gingen we gewoon door. Hele harde tune, trouwens. Thanks. Zeker. We gingen toen langs verschillende cafeetjes in Amsterdam, gewoon random. Ja. Met die pick-up truck. Oh, dus ze wisten niet dat je kwam? Niemand wist het, bro. Ik was zelf daar ook van, we gaan het gewoon doen. Ja, ik was dan de hele tijd van, I know, we gaan deze shit echt doen. Doordat je stem hoort door die boxen, toch? Ja. Je achter me op die shit. Langs elk cafeetje. En ik had stiekem ook wat dat ik dacht van, wachten mensen hier wel op, weet je toch? Maar, ja, dat had ik ook bij die, sorry. Ja. Dat verhaal komt zo, we gaan het nog alleen zo vertellen. Maar ik verder van, uiteindelijk is er een cameraman mee. Hij gaat gewoon editen wat de hardste piece eruit gaat. Ja, dus toch? Stelde mij gerust. Eindstand, we komen aan, bro. Mensen gingen lijp, hypen. Gewoon, gewoon gekke applaus en zo. En toen deden we dat de hele dag door. Ja. En dat eigenlijk. Ik zeg je eerlijk, het is een applaus waard. Want veel artiesten, zeg maar, die zitten natuurlijk stil. En jij bent nieuw. Ja. En toch heb je gedacht van, ik ga niks mij laten tegenhouden. Ik ga gewoon een nieuwe manier bedenken om mijn muziek
ja bij mensen langs te droppen. Ik moet ook wel mijn respect geven aan mijn team. Weet toch, het is wel, we gooien allemaal steeds ideeën. Dus. Ja. Dus de love gaat niet alleen naar mij. Dope. Wanneer denk je dat je klaar bent voor een album? Ik denk dat het ook te maken heeft met het publiek, man. Ja. Dat je gewoon echt het gevoel hebt van, oké, je hebt nu zoveel bepaalde successen. Misschien voor jezelf, dat je zelf bepaald gehaald. En ik denk dat het, kijk, ik heb geen ervaring, maar ik denk dat het te maken heeft met het gevoel. Ja. Dat je gewoon denkt van... Ja, wanneer de vraag naar is. Want een EP en een album zijn twee grote dingen, hoe ik het zie, qua pokus. Ja. EP bijvoorbeeld nu, Zaal 2, is gewoon een verzameling van lekkere pokus in een bepaalde vibe. Klaar. Ja. Album, dan moet pokus 1 tot zoveel. Ook al zijn er misschien verschillende stijlen. Het moet een reis zijn, zeg maar, wat je bedoelt. Ja. Ja, en ik denk dat het meer is, een body work, gewoon letterlijk voor jezelf. Maar ik realiseerde dat laatst, gewoon, weet je, dus artiesten die net zijn begonnen, zoals bij jou, weet je, dat je van... Je zit er nu corona tegenaan, dat je eigenlijk nog geen grote shows hebt kunnen doen. Het is gewoon crazy. Weet je. Ik had ook de laatste met Las over. Van, ja. Ik ook nu goed onderweg. Ja. Maar gewoon ja, nu 2 jaar geen shows kunnen doen. Weet je. Kijk, is crazy, voor mij, man. Ik heb het geluk gehad dus dat het MC heel goed ging. Maar na een half jaar stond ik wel gewoon bijvoorbeeld Mallorca, Club NL, festival daar, open air. Ben ik ook in Frankrijk geweest. Gewoon puur voor die MC-boekingen. Dus ik heb wel gekke stages gezien. Ik heb zelfs voorprogramma van 6ix9ine in de box gedaan, weet je toch? Oh shit, als MC. Daar was ik. Nee, ja, maar niet als optreden. Niet als optreden voor als artiest. Ja, we hadden dan met Serre Damsco Sound System. Hmm. Dat we een uurtje letterlijk voor hem. En die mochten wij doen. En de MC ik wel. En dan zie je wel gewoon een gekke, weet je toch? Veel mensen, gekke flitsen en alles. Of ze nou op je wachten of gewoon denken van, breng 6ix9ine snel. Maar ik vond die zaal wel vreselijk, man, de box. Als in? Nou, die zaal, ik vind het gewoon een gare zaal, man. Het is groot, man. Je weet niet echt waar je aan toe bent. Je weet ja, je moet maar het heeft een beetje zo'n fabriekachtige vibe. Het zit ook midden op een industrieterrein, ergens random. Ja, maar dat heeft Masilo toch ook. Vind je Masilo ook kut? Ja, ik vind Masilo ook kut. Ja, joh? Ja, man. Oh, oké. Okay. Maar wat wil jij nou van die flashy... Nou, ja, ik hou gewoon clubs of... Je weet toch, ik vind dat dan net iets te... Underground of zo. Ja, underground. Ik vind dat zo groot is. Dat is wel waar. Ja, dat is waar, dat is waar. Dat, dus dat vind je ook niet. Festivalmodel. Ja, ja, klopt. Inderdaad, inderdaad, zeker. Nou, je hebt toch gewoon HMH en, of Afas nu? Dat is ook niet club. Dat is niet echt club, nee, klopt. Ja. Club denk ik aan Jimmy, V, Blue, weet ik veel, die dingen. Ja, maar over optredens gesproken, want inderdaad, dat wilde jij vertellen. We hebben wel iets gedaan, inderdaad, waar mensen niet zaten te wachten, zeg maar, op zo. De muziek. Oh. Ja, ik wil het horen. Ja. Was je daarbij die dag? Ik ben gekomen bij de laatste... Ja, oké, je was niet mee met de... Nee. Ja, ik wilde een Guinness Book of Records record halen met meeste shows binnen 24 uur. Dat is helemaal vergeten. Ja, dat had Gaetan toen helemaal voor mij gefixt. Gaetan van Nouveris toen nog. Ja, die had het helemaal voor hem gefixt. Had ik 68 shows waren geboekt. En dat moest binnen 24 uur. Sorry, hoeveel? 68. 68 shows binnen 24 uur. Uitroepteken. Ja. En we hadden het... We konden het al niet meer halen. En dat was zo vermoeiend. Want je denkt, oké... Ja, tuurlijk. En toen waren we al op de... We waren zeg maar... Oké, binnen 24 uur. Maar het was dan zeg maar de tweede dag. Dat was na even slapen. Nadat ik even geslapen had. Het was tijdens carnaval. Dus dat begint al in de middag al. Ja, dus dan kan je zeg maar al doorgaan. En toen in de avond merkten we van oké, we gaan het niet meer halen. Omdat in sommige steden was het gewoon te druk. Eindhoven en dat soort, weet je, daar kan je niet door die crowd. Je moest snel van club naar club. Ja. Hoe had je ondertussen gedaan? Bij de laatste club, was je daarbij dat die vrouw bij Mike kan afpakken? Wacht even. Hoeveel had je er ondertussen gedaan? Iets in de 40 of zo. We waren echt ver vandaan. Ja. En ik had misschien nog wel een paar uur, maar ik zou het niet meer halen. Ja. Gewoon 40 maar. Ja, want je was ook best wel down, zeg maar. Ik weet dat je gesloopt was. In die laatste club, toen waren jullie volgens mij ook gekomen. Ja. Rond die tijd in ieder geval. Toen deed ik dus een show... En toen kwam er gewoon zo'n boerenvrouw. Ik weet nog precies, zat zo'n boerenoutfit aan. Gewoon zo met zo'n klompen aan en zo'n jurk en zo. Zeg maar. Die Volendam-tourie. En ze kwam gewoon naar mij toe. Ze haalt gewoon die mic uit mijn hand. Van we willen dit niet horen, man. Nee. En ik was oververmoeid, fucked up en shit. Toen moest ik gewoon huilen, man. Niet daar in die club, maar ik ging er gewoon... Je zat er gewoon echt doorheen. Ja, ik zat er echt doorheen. Ik dacht ook hier, neem die fucking mic. Ik ga toch niet meer halen. Ik ging naar buiten. Toen was ook mijn vriendin destijds. Was ook toen rond die tijd gekomen. Toen moest ik gewoon huilen, man. Ben ik gewoon weggelopen. Ja, maar ik kon me dat gevoel wel... Ik voelde met je mee, want ik was bij de laatste paar shows.
En ik zag zeg maar hoe dat ging. Maar je moet ook niet vergeten, Max. Je bent ook bij het carnaval, zeg maar. Het is een meer je doelgroep. Dus je komt ook zomaar mensen interrupten. Ja, het is je doelgroep niet. Ja. En die clubs wisten, of die cafés wisten wel van... hij komt een record halen, dus je weet toch dat jullie meewerken. Dus die werken dan wel mee. Maar ja, iedereen in het publiek... Ja, ze hadden gewoon scheid eigenlijk. De meeste clubs vonden het wel... Dat boeide ze niet, want ik deed maar 10 minuten. Dus het meeste publiek had het zelfs misschien niet eens door. Want die zijn zo dronken. Die denken, oh, het zal wel, het hoort erbij. Mm. Maar je hebt ook fakten. Ja, als je 40... Ik heb er iets van 43 gedaan. Ja, daar zit er ook een paar bij... Waar mensen echt denken, donder op, man. Nee, en die willen die Polonaise pakken en zo. Ja, toch. En die denken ook, rapper, wat is dit? Ja, precies. Je had eigenlijk ook verkleed moeten gaan, het beste. Ja, maar, denk ik. Dat denk ik ook niet. Voor die 43 is dat nog wel. Ja, maar een applaus voor jou, man. Ja, man. Zwaar. Je hebt misschien het record niet gehaald, maar 43 shows is echt veel. En is dat niet de meeste in Nederland in ieder geval? Weet ik niet. Weet ik denk het wel. Wie heeft er nou echt 43 shows gedaan in Nederland? Ik ken niemand, man. Wij deden het, denk ik, hoogtepunt was zeg maar met Koningsdag. Weet je, deed je er 5 overdag en 5 s'nachts. Oh, maar dan doe je dan een show van een uur. Of ja, een half uur. Een half uur, of een uur draaien. En dan, ja, maar dat is ook draaien. Dat is dan. Zeg maar echt schreeuwen hoe jij zeg maar optreedt is wel denk ik wel moeilijk als je er echt 10 zou doen op een dag. Ja. Het is gewoon conditie, zeg maar. Je bent ook niet die R&B-type die mooi gaat staan. Klopt. Ja. Zeker, maar... Ja, man. Oh, ja. Ja, natuurlijk ging je huilen op het je had gewoon geen emotie meer. Je had geen plek. Je denkt van, ja, man, ja. Nou goed, nu zijn we toch verhalen aan het vertellen zijn over het verleden. Ik neem aan dat jullie allemaal confessions hebben gezet in een bak. Yeah. Oh, nee. Oké. Ik ga jullie verleden even eruit halen. Uh-oh. Waar is... De bak. Oh, je geeft hem aan mij. Nou, ik heb knopjes hier en de mic. En... Oké, kan jij hem even doorgeven aan iedereen? Iedereen pakt er eentje even uit. Jullie weten hoe het gaat. Je pakt er eentje uit. Je leest hem voor. En dan mogen we raden waar die is. All right. Ready? Lips, begin jij maar. Ja, het komt vast wel terug bij mij. Ja, toch? Ik reed auto toen ik nog minderjarig was. Jijzelf? Het is niet mijn confession. Oké. Okay. Ashi? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. Oké, dat mag niet. Weet je dat? Ik had me op camera. Ja, het is wat het is, jongens. Ik had hoeptief van mijn pa gepakt. Op een parkeerplaats, Holendrecht. Ja, maar ik vind dat niet zo erg. En ik snap dat zelfs. Ik heb zelfs ooit nagedacht van... Als ik ooit kinderen heb, wil ik zeg maar 2 auto's. De mijne, zeg maar. Mm-hmm. En eentje van, als jullie eentje willen stelen, doe dan die. Snap wat ik bedoel? Van mensen doen gewoon zulke dingen. Ja. Ik heb dat nooit gedaan, man. Nee? Ik heb ook wel... Maeve deed dat ook. Geen meters gemaakt. Ja, het moest wel. Ja, man. Ja, man. All right, nou. Volgende confession. Ashi. Ja, ik vond deze wel fatten, man. Ik zeg je eerlijk. Ik ben een keer op heterdaad betrapt met vreemd gaan. Ja. Op heterdaad betrapt jouw heterdaad. Is gek, man. Heeft een van jullie dat wel eens gehad? Nee, man. Met je leuter in. Ja, man. Oh, is heavy, man. Oké. Okay. Snel weten, zeg maar. Was het bij haar thuis, bij jou thuis? Bij mij thuis, mijn eigen bed. En die vriendin die ik destijds had, die was ook, zeg maar, onaangekondigd gekomen. Ik had mijn telefoon uit... Ik was uitgegaan. En toen had ik mijn telefoon uitgezet in de nacht. Mm. Zo van... Je kon geen bericht krijgen. Was ik daar niet... Ja... Was ik laat ik geen namen noemen, nee, maar was ik er niet bij. Maar nee? Weet ik niet of je volgens mij... Ik was mij beneden was je in... volgens mij, man. Als je, ja, er waren een paar matties beneden, dus ja, als je daar één van was. Ja, ik was er één van, man. Maar ik ga door met het verhaal. Ja, en zij was gewoon onaangekondigd gekomen. Zo van, oh, hij zet zijn telefoon uit. Dit zal wel... Iets betekenen. Iets betekenen of iets niet goed zijn. En één van mijn... Zij stond al voor mijn deur. En één van mijn matties, die ging gewoon naar buiten om een ontbijtje te halen of zo. Was gewoon in de ochtend. Was nog na de club, was nog vroeg, uur of 9:10. En shout-out naar Fani, man. En hij deed die deur open. En zij was gewoon van... Woof, ik ren naar binnen. En ze was naar binnen gerend, straight up naar mijn kamer. Oh. Gewoon
Wow. Ging echt snel, man. Intensiteit. Wat gebeurde daarna dan? Ja, precies. Ja, dat is het verhaal. Dit is geen verhaal. Wat gebeurde daarna? Vechtpartijen. Iets zei of wat dan ook. Wat voelde jij op dat moment? Vechtpartijen. Het gevoel wat ik precies op dat moment had, dat weet ik niet meer. Want je bent zo in shock. Ja. Maar ik weet wel dat ik gevochten heb. Dat zij om en erg die meid uitschold. Jij dit, jij dat. Maar die meid was helemaal van, what the fuck? En die was zeg maar mijn huis uitgevlucht. En ik was gewoon met mijn ex gewoon aan het vechten, man. Gewoon Yusuf Fitty gewoon, man. Het feestje was voorbij, zeg maar. Ja, man. Jeetje. Nou, Kit, dankjewel voor deze confession. Thanks for sharing. En applaus voor jou, man. Ja, voor je pijn. Dankjewel. Oeh. Ah, de volgende ben jij ook dan gelijk. Ik heb assie gerookt met Ronaldinho. Huh? Wauw. Dat ben jij, Jerry. Ik rook geen assie, man. Dan ben jij het. Want jij bro, was... wat? Ja, ja, ja. Normaal. Hé, hey, wat? Ja, man. Damn. Ja. Damn, man. Hey. Wat heb je allemaal niet meegemaakt, zeg maar? Nog genoeg. Maar deze was wel lijp. What dit was Mattie van me was jarig, Armaan. We gingen in Nova, Leidseplein. Vis had je. Ja. Hij gaf daar ook vissers, dus wij dachten, we kunnen makkelijk naar binnen. Geen gezeik, het boeide niet waar we gingen, zolang we maar de gang waren. Ja, we komen daar aan, op een gegeven moment horen, ja, Ronaldinho is in de club. Ja, whatever. Ja, toch, dat maar ja. We komen nu, ik ken die beveiliger, ik zeg, Ronaldinho binnen? Ja, maar Ronaldinho binnen. We denken, wat? Oké, we gaan naar binnen, we gaan die club in. Toch? En je ziet al gelijk veel, terwijl Nova is een kleine club, misschien 300 mensen of zo. Er zijn beveiligers daar, en gewoon die hele VIP is gewoon afgedekt. Serieus. En ik kijk zo achter die beveiligers en ik zie gewoon Ronaldinho. Oh, man. Je moet beseffen dat wij eigenlijk daar kwamen van, ai, mijn boy is jarig. We gaan ervoor. Let's get some b. Eindstand waren wij die b. Bij Ronaldinho. Ja, helemaal ja. shock, weet je, van Ronaldinho. Ik ben Real Madrid fan, maar ik had zijn shirt, weet je, van Barca. Logisch. Lang verhaal kort gemaakt. Omdat we die eigenaars van de club kenden, mochten wij op die after blijven. En dan met alleen mensen van daar, of die dus waren uitgenodigd. Wij mochten blijven. En dan was het... hij wilde wel weten wie iedereen was. Dus iedereen moest hem een hand geven. Van, yo, wie de fuck ben jij? En die, ja, man, en die personeelsleden daar, die barmannen, waren allemaal Brazilianen. Dus zij gingen mij gewoon gek. Ik introduceerde mij. Van, ja, grote artiest uit Amsterdam. Dit ja, en dan kan misschien ja, toch? Grote MC Popo. Hij zegt zo, artiesto. Toen dacht ik, oké. Ik heb gesproken met Ronaldinho. Dat was al lijp. Ja. Nu, pissa. We zijn aan het chillen. Op een gegeven moment, ik draai mijn assie. Ik ben het gewoon rustig aan het roken. En hij komt naast mij staan. En ik kijk hem aan. En ik doe gewoon. En hij neemt hem aan. Oh mijn god. Hij rookt gewoon die jonker bij me daar. Op een gegeven moment. Hij zegt zo. Ja kom. Ik wil dat je gaat spitten voor me. Oké, okay, kijk, dat is, nu ben ik de clown, zeg maar. Ja, 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 ik dacht maar, fuck, is Ronaldinho. Helemaal panja ook. Dus hij was helemaal ready voor die vissen. Ik zei, we zitten een random beat. We beginnen gewoon te freestylen. Oh, weet toch, met gekke boksen in die club. We freestylen gewoon door die mic. Op een gegeven moment, deze man begint zo mee te doen. Nou, dit is nog een gekke... Wacht even. Wat bedoel je meedoen met rappen? Ja, bro, hij begint te freestylen. Echt? Ja, hij zegt, en we mochten helemaal niks filmen, geen foto's, niks. Maar één mattie van mattie gezegd van, luister, hoe dan ook al word je weggestuurd, je moet iets vastleggen. Ja, toch? Ja. Snap je? Snap ik. Heeft hij stiekem gefilmd, die beelden heb ik nog. Hij heeft op een gegeven moment een voice memo gemaakt. En dit wordt ook een pokoe van me die ik nog ga doen. Besef ik nu. Thanks, guys. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Deze man begint op een gegeven moment voor mij een refrein te schrijven. Wat? Ja. Hij pakt mijn telly. Yo, deze story wordt echt... Ja, bro. Hoe kan je ook zeggen? Ik krijg weer die kippenvel opnieuw. Van, God, hey, no. Lijn. Deze moet ik voldaan. Wat gebeurt hier allemaal? Dus hij pakt mijn notities op mijn telly. En hij zet gewoon 4 lines. Todo mundo danzando, todo mundo robolando. 2 lines. En dat gewoon de hele tijd. En dan was het... Todo mundo danzando. Todo mundo robolando. En dan ging hij dat doen. Op een gegeven moment hebben we dat gewoon de hele tijd geroepen. De hele tijd lopen freestylen. En dat was op een zaterdag. Wat betekent leuk, dat dan? De volgende dag krijgt de horen. Wat betekent dat? Huh? Wat betekent de hele wereld danst, de hele wereld draait. Oh, dat is wel low bars. Best hard gewoon. Ja, je kan er een spokken mee maken. Ja. Oké, nu zondag krijg ik weer te horen via app van die eigenaar. Hij komt vanavond weer. Veel van mijn matties geloofden niet dat deze shit echt was. Ja. Ik zei... Kom met me mee. Ja, follow me. Kom mee. Ja, ik ga mezelf er weer inbruffen. We gaan weer naar die after. Gezellig. Lang verhaal kort gemaakt. Ik kom weer in die club. En nog meer boys dan de dag daarvoor. Want iedereen wist nu is Ronaldinho. Ja, maar nu lijkt het zeg maar op die fanachtige boys, toch? Je, maar ik kwam nu van... Hé, hey, ik heb echt met hem gechilld. Hey, toch, laten we het even testen. Ik ga naar die VIP van hem. De beveiliger wil me zo wegsturen. Ik zeg, oh, Ronaldinho, pap. Hij kijkt me aan. Weer op alles wat ik heb. Kom eens even. Artiesto, artiesto! Yeah. En hij roept mij net en ik zit daar gewoon te padre, man. Applaus!
Bro, dat is gek. Na die mo, ook weer die after. Ik heb die twee boys gezegd van, hey, we gaan nu weer donker open met die man. En we hebben het gewoon weer gedaan. En die boys waren ook echt hè. Ja, man. Was een capping boy. Ja, man. Maar wat was het mooiste moment van mijn leven? Wat de fuck deed hij in Nederland? Gewoon partyen, zeg maar? Volgens mij was het niet eens iets speciaals, inderdaad, man. Maar hij stond sowieso hier, toch? Van Randall, bijvoorbeeld, die speelt ook in zo'n bepaald team van hem. En soms gaat hij gewoon een random naar landen, man. Verzoek, hij was ook heel snel weer weg. Er komen veel mensen naar Amsterdam, hè. Amsterdam een stuk blijft. Ja, joh. Ja, en ik heb nog één vraag. Was hij met veel meids? Nee, dat moesten wij regelen. Oké, lijkt mij dat Ronaldinho gewoon met acht meids van meentje. Het was wel heel snel, op die zaterdag al gelijk van, oké, want hij heeft alleen maar dus beveiligers en één brada van hem mee. En het was wel heel snel van, hey, got girls. Ja. Ja, wij gelijk de hele Pokédex erbij halen. Ja. Maar was er dus ook een afterparty? Ja, daar chillen ze toch. Nou, applaus voor jou, jongen. Ja, jeetje, man. Wat een story, man. Wauw. Dat is een lange confession, man. We stonden op een van de grootste festivals ter wereld met een show op de mainstage. We moesten hier optreden met een van de hoofdacts. We hadden lang en goed gerepeteerd voor deze enorme show. Tot ik 5 minuten voor de show te horen kreeg dat de hoofdact niet meer kon en wij zelf onvoorbereid de set moesten draaien. Oh my god, volgens mij ken ik dit verhaal al, man. Ja, jij weet van wie het is? Ja, dat lijkt me logisch. Ja, nou, repeteren, zeg maar, ja. Ik probeer de namen weg te halen, weet je. Precies, ja. Nee, dit was echt een gek verhaal, weet je. Dus zeg maar, dus Glastonbury is het grootste versie van de wereld. Eigenlijk gewoon, ik stond daar main stage met MAE. Ik weet niet of MAE. Ja, tuurlijk. Dit hebben jullie al een keer ergens gespit. Ik ken dit verhaal. Ja, maar laten we het hier vertellen. Alsof het een privilege is, hoor. Nee, ik ben off-camera. Oké, ik was op wereldtour met haar, weet je. Ik deed DJ voor haar, zeg maar. Weet je. Dat was serieus? Te gelukkig mee te maken. En ook daardoor heel veel mensen leren kennen. En een beetje internationaal in Nederland. En thuis toeren. En we stonden dus op Glastonbury. En ik denk 10 minuten. We hadden echt een hele strakke show hadden voorbereid, weet je, met haar, weet je. En het is best wel... Dat is best wel moeilijk handelbaar, weet je. Dus weet je, moeilijk, weet je, van een hele lieve chick, weet je, maar wel, weet je, business-wise best moeilijk, ja. Weet je. Van 10 minuten voordat we on stage gaan, dus alles voorbereid, hebben we hier letterlijk weken over gedaan, weet je, alles bij elkaar te krijgen. Zegt zij, ik voel me niet zo goed, draai gewoon een setje. Oh, just like that. Gewoon just like that, hè. Gewoon uit het niks, weet je. Gewoon dus, en die haar set was, denk ik, 1,5 uur. Ik heb de helft gedraaid. En gewoon, weet je, en dat voelt voor mij gewoon wel legendary, want zeg maar, ik stond dus main stage. Ja, natuurlijk. Wat dan, weet je, dus ik was fucking zenuwachtig. En ik heb toen op een gegeven moment, na een half uur ging zo los. En ik, weet je wat, ik draai nu gewoon Hollandse tracks. Gewoon, ik heb helemaal een klote gedraaid. Stuk, gewoon op Glastonbury. Serieus? Ja, man. Represent. Ja, man. Is ook gefilmd, denk je. Ja, dood. Maar gewoon, ik denk dat was wel een... Als, weet je, als artiest, zeg maar, dat was wel een van de betere dingen. Weet je, dat hele weekend, weet je, dus... Heb, weet je, dus over Ronaldinho, weet je, dus artiesten, weet je, bekende, weet je, heb toen met Pharrell gechilled. Outkast was daar, die stonden naast ons, weet je, dus allemaal ontmoet, weet je, dat was crazy, weet je. En backstage is iedereen heel chill met elkaar, ja, weet je, precies. Dus dronken worden met z'n allen. Dus een heel goed netwerk uitgehaald, man. Oh, dope, man. Jezus, man. Ja, man. Lekker, even snel, bij wie van hun had je... Dat je het meest starstruck was. Man. Dat je echt dacht van, pff, dat die hier is. Eerlijk, Pharrell boeiend. Weet je, Pharrell, ja. Ik heb daar heel veel, weet je, heel veel respect voor. Weet je, ja. Mag me heel cool, weet je. Maar vooral Outkast, weet je. Andrew Tieter, die nu daar is een fan van. Wauw. Nou, ik kan wel aansluiten op het verhaal van Pharrell. Want ik heb iets zieks meegemaakt in mijn leven een keer, man. Dus ik was in Parijs in een winkel dat heet Colette. En in die winkel zijn er heel veel NERD poppetjes. En een vriend van mij zei tegen mij, yo, moet jij geen... Wil jij geen pop van Pharrell? En ik zei, ja, ik heel fuck Pharrell, man. Wat moet ik nou van hem? Ik zweer het. 1 minuut later, Pharrell loopt naast mij. Echt? Ja, hij loopt gewoon langs mij. Hij gaat naast een poppetje staan en hij maakt een foto. En hij gaat weer weg. Dus hoe hij weggaat, ik tik hem aan. Maar er zijn echt best wel veel mensen om hem heen die foto's willen. Het is Pharrell. Ik bedoel, hallo, in Parijs, zeg maar. Dus ik tik hem aan. En ik zeg, yo, shall we make a picture? Want ik denk, ja, in Nederland ben ik ook een artiest. Dus ik weet wel hoe je artiesten moet aanspreken. Je weet toch, je moet gewoon niet angstig zijn en het gewoon doen, zeg maar. Afdwingen. Dus ik tik hem aan en hij kijkt mij zo aan. En hij zegt, yes, let's go. Echt. Je had ook die gekke Stone Island jas. Daarom, ik had zeg maar een gekke swag. Dus hij keek me ook echt aan zo van, oké. En toen maakte hij die pika, zeg maar. En toch, oké, man. Dus toen gaf ik opeens een fok aan Pharrell. Dus ik moet eerlijk zeggen, Pharrell, big up. Nee, maar hij is wel heel sympathiek, weet je. We kunnen zeggen, super aardige guy. Precies. Ja, alleen ik snap wel dat hij weinig tijd heeft en snel weg moet. Maar ik ben wel dankbaar dat ik die pika heb. Dus, nou, dat.
En volgens mij, oh ja, nu moet jij even de volgende. Ik vind deze niet echt heavy, maar iemand heeft een keertje in één dag 2 sloffen sigaretten gestolen in 2 verschillende supermarkten. Oké, okay, Max. Moet ik waarom lach jij? Ik weet het nog gewoon. Oh, dan is het. Wie denk jij? Wie denk jij? Jij keek wel meteen weg toen ik het oplas, maar ik denk dat jij het bent. Max is het toch? Nee, nee, maar ik ben er niet, man. Nee, ja. Het is, echt, weer jij? De heer daar. Oh, weer. Vorige week had ik er ook 2. Ja, ik ben een beetje door mijn confessions heen. Wij zijn 10 afleveringen verder als het niet meer is. Maar je gaat vreemd en je... 2. Wow, dat is een gekke redenering van het verhaal. Je gaat vreemd en je stilt sloffen? Iets van 10 jaar geleden. Je bent roem. Laten we het verhaal even heftiger maken dan het is. Het was 10 jaar geleden, ging je vreemd. Ja, zoiets in ieder geval. En dat was gewoon, we waren in Capelle. En toen kwam ik op het idee van, wat nou als je gewoon een supermarkt ingaat... En je zegt gewoon, ik wil een slof sigaretten. En je doet alsof je gaat payen, maar in plaats van dat... pak je die slof en reed de winkel uit. Ja, ik denk dat sinds die dag ze dachten... we houden dat pakje gewoon bij ons totdat je hebt betaald. Toen dus was het 1 keer gelukt. En toen dacht ik, oh, als het 1 keer lukt, kan ik het nog een keer doen. Toen ging ik het nog in de supermarkt doen. In diezelfde hoed. Eerst bij C1000, toen bij... Nou, laat ik geen namen noemen. Ja, C1000 bestaat toch niet meer. Nee, maar... Oh ja, oké, okay, whatever. C1000! Ik heb het uiteindelijk 2 keer op een dag gedaan. Maar ik heb niet meer zulke gekke confessions over. Want ik heb alles ik al... Snap het, ik snap het. Ik denk alleen de les, jongens, bleef op het rechte pad. Dat is het enige wat we hiervan kunnen doen. Ja, doe me niet na. Doe hem niet na. Nou, de laatste confession voor mij. Ik heb er nog geen 1 in mijn hand. Mag ik even het bakkie? Misschien halen we wel een derde van Kid Dolis eruit. Je never know. Jantje. Ik vertelde bewakers dat ik het broertje van Badr had. Ja. What the fuck? Ja, maar lezen we. Ik vertelde bewakers dat ik het broertje van Badr Hari was om de club binnen te komen. Ja, man. Het was, ik was met een van mijn beste maties, Mella, waren in Suriname. Even, zijn vader woont daar nog. En wij gingen in de winter. Maar op een gegeven moment wilden we natuurlijk ook uitgaan. Dus wij willen uitgaan. Lijpdruk. Lange rij. En ik was het al gewend van, we moeten gewoon zo snel mogelijk naar binnen. Niet te veel poespas, wat dan ook. Oké, okay. Uiteindelijk staan we alsnog langer in de rij. Ja. We zijn eindelijk bij die deur. Die chappie zegt, nee man, sorry, is druk. Is vol, klaar. Bij mij komt gelijk die blip erboven. Ik zeg, nu moet ik echt mijn broer gaan melden. Wie is je broer? Ik ben de enige Arab guy, weet je toch? Daar is Badr Hari. Ogen werden groot. Kijk maar aan. Wacht hier. Gaat weg. Letterlijk 2 à 5 minuten later. Hij komt terug en zegt, achter ingang. Dat is voor je geregeld. Wat? Maar wacht even. Badr was niet in de club. Broer, hij was niet eens in Suriname. Was gewoon waarschijnlijk hier. Of niet. Hij was in Amsterdam. Bluffpoker. Ja, in Suriname kan je ook wel bluffen om de club binnen te komen, man. Dat is het. En weet je toch, kijk, we hadden al vaker geblufft daar zo. Dus mijn mattie die stond er ook bij van, weet je toch, is echt zo. Hij keek die naar de grond shake of zo. Hij dacht van, oké, doe gewoon je ding. En ik zei het toen ook wel met overtuiging. En ik wist ook, ik keek goed om me heen. Bro, er was geen enkele andere mokker daar of wat dan ook. Ja, dit ga ik gewoon gooien. Hij is binnengekomen. Dus shout-out Badr, man. Ah, shout-out naar jou, man. Ja. Zal ik wat grappigs vertellen? Ik zat met Badr in de klas. Serieus? Oh, shit. Hoe grappig is dat? Basisschool of middelbare? Nee, was die soort eerst tweede jaar MBO. Oh, serieus? Oh, daarna nog. Zo'n ghetto school en dan gewoon allemaal bij elkaar. En dan gewoon ja. Allebei half jaar hebben gezeten en toen gingen we weer verder. Dope. Luip. Nou jongens, dit was de confession ronde en ik denk dat we doorgaan naar de challenge. Daar hebben we 2 challenges deze week. Want we gaan eerst een challenge doen met z'n allen. En daarna wil ik een challenge voorstellen met alleen ADF. Want wij zijn gek genoeg om dit te doen. Als eerste challenge, daar komt hij al aan hoor. DNA, niemand minder dan DNA. We hebben hier... Waarom zijn er meer bekers? Waarom zijn... Wow... Nee, ik wil niet vrijwillig een slokje drinken. Ben die, dankjewel. Er zit geen melk in, Max. Er zit geen melk in. Applaus voor de redactie en productie. Er zit geen melk in. Maar wat zit er wel in? Ja, dat gaan we dus moeten raden. Kijk, er zitten dingen in deze milkshake. Ik ben geïnspireerd door... ik ga niet zeggen wie. Maar er is ergens in Nederland waar ze een milkshake verkopen met milkshake bacon-smaak. Zonder melk. Nee, just a shake, right? Nee, er is ergens in Nederland waar ze dus een milkshake verkopen met bacon smaak. En toen dacht ik, hoe gek zou het zijn als je een milkshake zou hebben met verschillende rare smaken. Nou, dit is gemaakt. Ik weet zelf ook niet wat erin zit. Maar we gaan draaien en degene die het verliest,
Die mag het gaan proeven en gaan raden welke smaken hierin zitten. Maar er zit geen pis in. Nee, niet zo gek. Het is geen Fear Factor, man, Jerry. Kom op. Hallo. Okay. Hey. 1 tot en met 4. Once again, Cartier. Jullie zien het rad daar. Mm-hmm. 1 tot en met 4 is voor mij. 5 tot en met 8 is voor jou, Lips. Ja, toch? 9 tot en met 12, Kid the Blitz. 13 tot en met 16, onthoud je nummer, hè? Ja. Is Max. 17 tot en met 20, Jerry. Ik verlies altijd, man. Hey, manifesteer het nou niet. Kan het nou, man. Jawel, manifesteer het niet. Je hebt gewonnen in live, man, Jerry. Dat wel, maar weet dat ik ga drinken zo meteen. Nee, je manifesteert het. Niet doen. Je manifesteert het. Nou, jongens, onthoud 17 tot en met 20 dan. Dat is Jerry. En dan 21 tot en met 24 voor jou, Ashi. Zijn we klaar ervoor? Wie gaat hem spinnen? Niemand van ons aan tafel gaat hem spinnen. Ik ben... DNA, sta even op, hoor. Geef hem een goede spin, hoor. Geef hem een goede spin, DNA. Geen gare spin. Een goede spin. Je mag hem ook andersom draaien. Maakt me niet uit. Ja, kill. Nee. Stop. Dat is geen spin. Dat is geen spin, man. Ja, dat is een spin, ja. Kijk, dit is een spin. Yes. 17. Hoe kan dat? Je had gelijk. Je had gelijk. Het is James. Thanks for speaking it into existence. Oh my god. Maar laatst, ik ben geboren voor dit soort shit. Dus gewoon, het is gewoon altijd... Ja, bro, je hebt het ook wel echt op je afgekomen. Nee, helemaal, dit gebeurt nou altijd. Ja, echt? Maar ik met trots... Dit is dit. Echt gek. Je hebt het gewoon gemanifesteerd en je bent het ook, man. Oké, wacht, Jerry, voordat je hem drinkt. Maar hoeveel moet ik... Wat moet ik doen? Ja, het is wel... Dat je kan proeven. Je moet drie smaken, toch? Je moet drie smaken raden wat erin zit. Oké, is iemand allergisch voor iets hier? Zuivel. Oké, er zit geen melk in. Ik mag geen lactose. Meen je dat? Ja. Oké, maar er zit geen melk in. Kijk eens aan, jongen. Nee. Oké, je moet drie smaken raden wat erin zit. Proef hem goed. En als je het niet goed hebt, dan drink je nog een slokje. Ready? Nog iets graag vertellen? Wat ik net al vertelde, ik heb een beetje mijn smaak verloren. Door de... Serieus? Ja, maar ik probeer het wel. Oké. Oeh. Er worden gelijk foto's gemaakt. Door paparazzi. Het is best oké, man. Wat? Ja? Hey, boys, man. Wat is dit, man? Yo, DNA, man. Hij zegt het is best oké. Hij schenkt ook bij, man. Maar wat proef je als eerst? Oké, wacht even. Ja, zo oké lijkt het niet als ik aan je gezicht... Ik zeerde hem. Oké. Oh, hij is gewoon strijder. Oh, he died. Oh, shit. Ja, best... Ik wil je positief ding van te maken, maar... Gewoon tering. Oké. Damn. Ik kan echt niet. Oh, je proeft het niet. Ik weet echt niet wat erin zit, man. Nee? Ik ben benieuwd. Ik wil het wel even sippen en ik wil het zelf gaan raden. Okay. Mag ik een klein slokje proberen? Ja, gek. Zo. Kan ik hem proeven? Gaan we hem proeven samen? Niemand wilt meeproberen? Nee? Asje? Maar take one with you. Ja toch. Hey, gang. Let's get it in. Wat is dat ding dan? Hey, mag Asje ook even een glaasje? Mag ook een gifglas. Oh, luister, wacht even. Mag ik even een... Ik mag het merk niet noemen. Mag ik zo'n heerlijk stapje van jou, dat rode? Oh. Ja. Maar proef je al iets? Ik heb nog niet gedronken. Ik wacht tot Asje zijn bekertje krijgt. Oh, maar je houdt hem ernaast gelijk, zeg maar. Ja, sowieso. Gewoon drankstand met een milkshake. Wat een service! Nee. Wil jij ook een glaasje? Nee. Ga die dingen niet voor de lol doen. Oh, alright, ready? Salute, brother. Is best oké, toch? Oké, mag ik één ding zeggen? Oh, wat ik wel. Echt, man. Op het begin. Ja? Wasabi. Probeer dat niet? Oh, dat is een goeie. Maar ik denk dat het meer augurk is. Ik denk wasabi. Wasabi is wel veel sterker dan dit. Maar je bent een sushi fan. Hmm. Is dit een wasabi in? Ja, er zit wasabi in. Nou, jeetje. Ja, Lips, kom op. Even een op de knop. Druk op die knopjes. Druk er maar op eentje. Daar. Druk maar gewoon op iets. Oké, kijk eens. Ja, weet ik veel. Oké, wasabi. Zit de augurk in? Er zit ook augurk in. We hebben twee smaken van de drie. Oké, ik ga nog eentje proberen. Stiekem vind je het wel lekker. Stiekem. Doritos. Weet je wat er ook in zit? Suiker. Klopt dat? Nou, er zit suiker in, hij is zoet. Ja.
Verkadekoek. Ik kan het niet raden, Mandy. Wat zit erin? Ja. Alleen de melk. Hij is echt heftiger dan ik dacht. Eerlijk. Wow. Hm. Er zit wasabi in. Eieren. Oh. Kijk daar. Rauwe eieren. Sweet sour pickles. Organic lemon, dankjewel. Dat is heerlijk. Mm. Oké. Okay. Ik weet niet... Oh, ik mag niet zomaar merken noemen, dus dat ga ik ook niet doen. Sushi ginger. Mozzarella. Hé, hey, wat? Oh. Ja, maar ik ben ook nog steeds aangeslagen. Oké, ik had het liever niet willen weten. Maar dankjewel, jongens. Applaus voor jezelf! Dankjewel voor het overnemen, Lips. Maar wat, is die volgende ook met dit rad weer? De volgende is zeker met dit rad, maar daar doen jullie niet aan mee. En die is zo. Maar wie stelt dit samen dan? Ja, we zijn wel zo gek. We hebben wel gekkere dingen gedaan hoor. Let leven stelt dit samen. Oké, dit is alleen voor ADF-members. Tenzij je zelf zegt, ik wil ook wel meedoen. Ja, hebben we mensen van de redactie of productie die mee willen doen? Hey, kom eens even erbij. Kom eens even erbij. Kom. Jongens, applaus. Dit is de... Hij maakt foto's. Kom, het is live, man. Kom. Hey, hoe gaat het met je? Goed, man. Ja. Oh, shit. De mic is even draaid. Zo. Hoe heet jij? Onno. Onno. Ga jij meedoen met ons? Ik bedoel, je bent erbij. Ik heb extra kleren bij hem. Je hebt extra kleren bij je? Ja. Oké, en je weet de challenge? Ja. Jongens, de challenge is, daar is de Maas. De volgende de aflevering, Maas. Voordat die begint, gaat eentje van ons springen in de Maas. Oh, niet bij de, nu? Bij, nee, niet nu. De volgende aflevering... Oh, hey. Bij, dan ja, moet gewoon meedoen. Dus luister. Ja. Dat gaat niet nu, het is te donker. De volgende aflevering, voordat we beginnen, gaat iemand het water in. En dan moet je zo die aflevering in, zeg maar. Wow. De hele aflevering. Ja, maar waarom zijn men die dan, je moet extra kleding meenemen? Ja, oh. Dat is business. Dat is een samenloop van omstandigheden. Nee. Ik zou gewoon, als jullie echt... Wil jij het nu? Ja, maar jij wilt het zien. Man. Jij wilt het zien. Daarom zei ik zou gewoon nu hier, guys. Doe je mee? Doe mee. Nee. Ik ben allergisch voor water, man. Oké, ik hoor je, man. Oké, wil je het nu? Gaan we een... Wacht even. Ja, laten we het nu doen dan. What the fuck? Oké, dan. Oké, wacht even. Ik kijk even naar rechts. Ik moet maar naar één iemand. Ik wil één iemands blik zien. Kijk, ik zie hem daarachter. Ik wil één iemands blik zien. Nee, we gaan hem... Nee. Oké, ik ben hier de partypoeper, jongens. Ik heb het niet verpest. Waarom niet? Wat is de reden dan? Volgende week. Veiligheid. Ja. Ja, maar dat is toch volgende week. Nee, Vissen daar, hè? Springen met een touw. Springen met een touw. Ja, maar ik kijk dus nogmaals naar rechts. Ik zeg... Bro, oké, we gaan hem niet doen. Kijk dan. Ja, toch, ADF. You wanna do this right now? Live! Nee, man, je trip, we gonna do this right now! Je trip, ik heb geen kleren. Ja, bro, ja. Risico van het vak. Maar hebben we het echt over nu of na de show? Na de show. Ja, het is het einde van de show. Hierna klap ik af en dan gaan we gelijk daarheen, man. Dit is wat er gaat gebeuren, man. Ben je ready, Onno? Ik ben sowieso ready. Onno, jouw positie is 17 tot en met 20. Onthoud jouw positie. Ja. 17 tot en met 20. 1 tot en met 4 is weer voor mij Cartier. 5 tot en met 8 is voor Lips. 9 tot en met 12 is voor Kid de Bluts. En 13 tot en met 16 is voor Max. Nogmaals, Onno, 17 tot en met 20 is voor jou. Ja. Net gemanifesteerd, hij kwam op 17. Ben je er klaar voor? Ik doe niet mee. Welkom. Sterke handdruk, maar welkom. Oké. Okay. Wie gaat... Ashi, je mag hem spinnen dan. Ja, oké. Okay. It will be my pleasure, boys. Goeie spin. Nee. Laten we niet gek doen, hek. Ik denk... Nee, alsjeblieft niet. Ik niet. Yes! Oh my god! Wie is het? Max. Nee. Het is Onno. Het is Onno. Gelijke ontgroening. Oh my god. We saved. Hey, omdat we goede dingen doen, bro. God is groot. Het is gemanifesteerd. Onno, dankjewel dat je hier bent. Sowieso is je eerste keer. Dus we gaan je niet belachelijk maken, maar je bent echt een sterke man dat je meedoet überhaupt.
Love voor jou. Dit was weer eens de 146 podcast. Jerry, dankjewel dat je er was. Je bent echt een legende voor mij. Dat blijf je ook. Dankjewel, man. Ik ben benieuwd naar de nieuwe muziek. Ashi, ook voor jou. Dankjewel dat je er bent. En ja, benieuwd man, naar je nieuwe EP. Morgen komt die uit, toch? Ja. Morgen komt die uit, jongens. Oké. En shout out 146. Thanks for having us. Love, dankjewel. Man. Dankjewel voor de love. Maximilian, dankjewel dat je er was. Kid Blaze, dankjewel dat je er was. En Lips, dankjewel dat je er was. Mijn naam is Kartje en ik zie jullie volgende week. Like, subscribe, share. Alles wat alle YouTubers zeggen. Gewoon doen, jongens. Get it in. Ik zie jullie volgende week. Laat weten in de comments. Yeah. En laat iets achter in de comments. Yeah. Inderdaad. Geen haat, spread love. En je weet toch van de work, van de system. Natuurlijk wordt het gefilmd. Okay. Natuurlijk wordt het gefilmd, kid. Hallo. Ja, ja, oké. Okay, nee, we gaan het niet doen voor onszelf. Zomaar zou ik dit ook willen doen voor mijn eigen leedvermaak, zeg maar. Dat zou echt sick zijn. Ja, dan ben ik echt gek, man. Ja. Ontgroening, jongen. Dankjewel, jongens. Dit was de 146 podcast. Tot volgende motherfucking week. Onno, je doet dit uit vrije wil. We hebben je niet gedwongen. Ja. Kinderen doen dit niet thuis na. En je weet het, 146, blijf het volgen streamen. Let's get it in. Come on, you're a legend for this. Ja, het moment is daar, jongen. Kijk eens, mensen. Oh, wat mooi is Rotterdam, hè. Dat wel, maar hij moet er in. Nee. Ijskoud. Niet doen. Hoe voel je, man? Via die ladder. Ja, voel je spinnen. Je bent niet bang voor spinnen, want je bent toch blij, man? Je bent niet bang voor spinnen? Nee. Oké, dan. Ai. Oh, het valt wel mee. Zijn ding, man. Nee, ik zeg eerlijk met de soldier. Eigenlijk is het geïnspireerd op jou. Wat dan? Jij bent ook geweldig. Ja, ik had dit, nee, ik had dit ook gezegd in de chat, van in het water springen. Jij hebt ook met niks in de zak. Ja, meneer gaat de Maas in, man. Hoe diep is het hier dan? De Maas in Rotterdam. 1-4-6-8, je weet het. De challenge. Lost. Kinderen zijn al... Kijk, die man daar zweet over. Good luck, my friend. Oh, succes, man. Oh no. Kopje onder, hè? Ja! Spelen kopje onder! Oh no! Respect! Toen ik, oké, maar hey boys, die wil even een applausje voor die man. Kom ja, maar tuurlijk, man. Geen probleem. Hallo! Welkom bij het team, man. Hey, wow, man! Wow! Kom dan, kom! Wauw. Wat de fuck heb ik gedaan, man? Zieke man. Jullie zien het. 146, de podcast. Waar dit allemaal kan. Met onze legende Onno. Ja. Als je wife niet wet is, hij is het wel.